Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films and kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Ja, de Bali is zo'n plek waar we mogen leren. Ik hoop dat we dat vanavond gaan doen. Ik ga er zelf vanuit. Mijn naam is Meerte Hilkens. Welkom hier in de salon. Op een avond waarin we het vooral gaan hebben over populisme. En waarbij ik ga proberen te voorkomen dat het alleen een theoretische woordenkwestie wordt. Ja, het is een woord wat Cambridge Dictionary in 2017 uitriep tot woord van het jaar, met de opkomst van Trump in Amerika, de Brexit-campaign in het Verenigd Koninkrijk, de opkomst van de PVV, Forum voor Democratie, Denk, volgens sommigen ook Jesse Klaver in Nederland. Het woord populisme wordt te pas en te onpas gebruikt en niet iedereen lijkt altijd dezelfde definitie te hanteren van dat woord. Ik vind het zelf trouwens ook een hele moeilijke kwestie, zeker nadat ik nu ook dit boek gelezen heb. Gelukkig hoef ik vandaag niet te gaan vertellen hoe het wel of niet zit. Daarvoor hebben we twee deskundigen in het huis, waar ik heel blij om ben. En ik ben heel blij dat ik hen vooral mag gaan bevragen. En ik nodig u van harte uit om dat samen met mij te doen. We gaan dadelijk eerst naar de twee gasten van vanavond luisteren. Ze gaan allebei in 10 tot 15 minuten hun visie op het fenomeen populisme uiteenzetten. Daarna vangt gewoon een gesprek hier op het podium aan. En ik wil eigenlijk jullie vragen om meteen deel te nemen. Ik hou nooit zo van eerst luisteren en dan je vraag stellen als je er een hebt. En hij is constructief. Stel hem vooral meteen. Waarbij ik ook altijd gevraagd word de huishoudelijke mededeling te doen dat dit programma vanavond met een livestream te volgen is op internet. Voor het geval iemand een ongenuanceerde tweet door een microfoon wil delen, dat mag. Maar daar kunnen mensen meekijken. En als je dat doet, kan het dus ook behouden blijven. Gewoon een kleine tip. De twee gasten die we hebben. Ik ga even bij de laatste van de twee sprekers. Ze gaan ons allebei een kwartier lang bezighouden beginnen. Uit België. Ik vroeg net, moet ik je politiek wetenschappen noemen? Maar dat mag niet. Intellectuele geschiedenis was het, hè? En toen zei ik, maar ik weet niet of iedereen dan weet wat je bedoelt. Nou, zeg dan maar gewoon historicus. Die promoveert aan Cambridge en die heel recent dit boek uitbracht. Kleine antigeschiedenis van het populisme. Ik heb het net gelezen als huiswerk. Zeer lezenswaardig. Anton Jeger gaat ons als tweede spreker vanavond zijn visie op populisme geven, die iets optimistischer is dan die van de eerste spreker. Die doseert aan de Universiteit van Georgia, is wel politiek wetenschapper, komt ook niet in de problemen als ik dat claim. En aan hem ga ik allereerst het woord geven, Cas Mudde. Ik denk dat staan handig is. Jij ja, mag wat je lekker vindt, Cas. Ja, ik ga zitten. Ik kan nog wel 10 minuten staan, denk ik. Goed. Ik ga dus kort uitleggen wat ik denk dat populisme is. En dan gaat Anton uitleggen waarom ik het helemaal verkeerd zie. Dat is altijd een beetje het probleem van de tos winnen, zou ik maar zeggen. Ik gebruik populisme als een set van ideeën. Wat ik denk dat wat de meeste wetenschappers tegenwoordig doen. Maar daarin staat centraal het onderscheid tussen de elite en het volk. Ook dat is allemaal niet zo problematisch. Maar wat mij betreft
is die relatie gedefinieerd door twee dingen. In eerste instantie homogeniteit en ten tweede antagonisme. Dat betekent dat populisten zien de wereld als een samenleving die bestaat uit twee groepen. Eén is het pure volk en de andere is de corrupte elite. En die groepen zijn homogeen en staan tegenover elkaar. En populisten willen dat politiek eigenlijk op basis van wat zij denken dat de algemene wil van het volk is, wordt gevoerd. En dat is belangrijk is dus dat het volk is één blok. De idee is dat iedereen die bij het volk hoort dezelfde belangen heeft en dezelfde waarden deelt en dat die puur zijn. Die zijn goed. Eveneens is de elite is. Die zijn niet, die is. Er is één elite. Maakt niet uit wat ze, of ze zeggen dat ze sociaaldemocraat zijn of christendemocraten. En wat ze definieert is dat ze corrupt zijn. Dus de tegenstelling tussen volk en elite is niet, gaat niet over geld. Het gaat niet over sociaal-economische belangen. Het gaat over waarden en normen. Het gaat over moraliteit. En dat is heel belangrijk. Ik geloof ook dat het een ideologie is en niet slechts een stijl. Het wordt vaak gebruikt als een stijl, waarbij het idee is dat een populist gelooft niet echt het discours wat hij gebruikt. Maar hij of zij gebruikt dat om aan de macht te komen. En zo snel ze aan de macht komen, is dat weg. Ik denk dat er meer dan genoeg voorbeelden zijn, van Hongarije tot de Verenigde Staten, waar je kan zien dat dat discours op zijn minst nog steeds wordt gebruikt om het beleid te verantwoorden. Maar ik denk zelfs dat het discours en de populistische denkwijze ook ten grondslag ligt aan bepaald beleid. Ten slotte, zoals gezegd, ze denken dat er een algemene wil is van het volk. Ze denken dat het volk één iets wil. En ze denken ook dat je beleid kan maken dat niet alleen goed is voor iedereen, maar goed is voor iedereen op dezelfde wijze. En dus dat er, stel je voor, we kunnen zeggen, well, goed, we zijn allemaal beter af als het milieu een beetje wordt gespaard. Maar als je het hebt over specifieke maatregelen, dan zit er bijna altijd wel een financiële kaartje aan. En als jij zegt van goed, je maakt groene energie, maak je belangrijker. Groene energie is waarschijnlijk ietsje duurder dan andere energie. En dat ietsje is heel anders voor iemand die 25.000 per jaar verdient dan iemand die 250.000 verdient. En dus dat soort van het simplistische aan die boodschap is dat je beleid kan maken wat voor iedereen precies even goed is. En daarmee heb je dus ook die idee dat als iemand dat niet doet, dat die geen beleid maakt voor het volk. Ja, en er is maar één andere groep. Dus dat betekent dat die mensen werken voor de elite. Nu, herinner je, de elite waren niet de rijken, dat zijn de corrupten. En mensen die corrupt zijn, zijn natuurlijk niet echt een legitieme andere kracht. Dat is de vijand. En daarin zit bij populisme eigenlijk inherent een soort van polarisatie. Want de ander wordt niet gezien als iemand met andere belangen waar je een compromis in vindt. De ander is corrupt. En als jij een consensus maakt of een compromis sluit als puur iemand met een corrupt iemand, dan word jij gecorrumpeerd. Dus dat is slecht. Ten slotte de relatie met democratie. Want daar gaat eigenlijk het debat over. Ik bedoel, uiteindelijk hebben we, ik weet niet hoeveel, honderden artikelen en boeken over populisme. En we hebben er maar een paar over sociaaldemocratie, maar dat is eigenlijk redelijk relevant tegenwoordig. We hoeven niet zoveel meer over te praten. Maar we hebben ook amper nog een boek over christendemocratie of over liberalisme. En de reden is niet omdat populisten zoveel meer stemmen krijgen, want dat krijgen ze helemaal niet. Maar omdat de relatie met democratie volgens de meeste problematisch is. Overal, met name in Europa, is bijna iedereen ziet populisme als slecht voor de democratie. Amerika heb je een klein groepje
volgens mij heeft Anton die gevonden, die nog positief denkt over populisme. Wat grotere groep, met name sinds Trump, denkt daar negatief over. Mijn positie is als volgt. Populisme is op zich democratisch als je democratie in een minimale zin definieert. Namelijk als volkssoevereiniteit en meerderheidsprincipe. Dat betekent dat democratie in minimale zin betekent dat het volk haar leiders kiest. Maar natuurlijk, ons democratisch systeem is meer. En de term daarvoor is liberale democratie. En in de liberale democratie combineren we volkssoevereiniteit en meerderheidsprincipe met andere aspecten, zoals scheiding der machten, minderhedenrechten, rechtsstaat. En dat betekent dat er een inherente spanning daartussen is. Soms wil de meerderheid iets wat ten koste gaat van een minderheid. En dan wordt die minderheid beschermd. Voor populisten, dat zijn eigenlijk extreme meerderheidsdenkers. Zij zeggen van goed, als het volk het wil, dan moet het volk het krijgen. Het feit dat het niet mag volgens een internationaal recht of onze grondwet, dat maakt niet uit. Meerderheid beslist. Daar zit het probleem. Dus populisten hebben problemen met bepaalde aspecten van de liberale democratie. Met name minderhedenrechten. En we praten hier niet alleen over etnische minderheden. We praten eigenlijk over politieke minderheden. Gewoon minderheden die een andere visie daarop hebben. En de reden gaat terug naar dat onderscheid. Want uiteindelijk voor de populist is er maar één minderheid. En dat is de elite. Dat is de enige andere groep naast het volk. En de elite is corrupt. Dus die verdient niet de bescherming via het gerecht. En ik denk dat je dat ziet in de verschillende landen waar populisme aan de macht is. Hongarije, Venezuela. Het zijn twee landen waar een nieuwe grondwet is geschreven, doorgevoerd. Scheiding der machten wordt direct eigenlijk afgeschaft. De executive, of dat nou de president of de regering is, wordt de stem van het volk. Die eigenlijk ongelimiteerd dingen kan doorvoeren. En minderheden worden bijna altijd in een morele zin besproken en weggezet. Dat is de vijfde kolonne van whatever it is, Amerika, bijvoorbeeld in Venezuela, de EU in Hongarije. Dat is niet iemand die een andere visie heeft die ook legitiem is. Nee, dat is een perfide kracht. En dus daarin zit die spanning. Daarom denk ik dat populisme problematisch is. Al denk ik wel dat populisme in oppositie met name vaak de juiste vragen stelt, maar ook de verkeerde antwoorden geeft. Populisme aan de macht ontspoort bijna altijd op zijn minst in een illiberal democracy, een niet-liberale democratie, waarin dus nog wel het volk haar leiders kiest, maar scheiding der machten niet meer echt bestaat, minderheden niet echt beschermd worden. En wellicht zelfs uiteindelijk, zoals we hebben gezien in Venezuela, verwoord tot een dictatuur. Dat is kort wat mijn positie is. Ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging, allereerst. Ik ga enkele zaken zeggen die mijn eigen positie op het populisme moeten verhelderen. En ik denk dat we op een duur ook gaan merken dat Cas en ik het eigenlijk niet over zoveel zaken oneens zijn. Ik wil gewoon wat kanttekeningen maken die misschien interessant zijn voor het huidige debat. Dus zoals Cas ook heeft aangetoond, het populisme blijft onze politiek bespoken. Dat gaat van Parijs tot Madrid, dat gaat van Londen tot Den Haag. Het is eigenlijk ontzettend moeilijk om vandaag de dag te weerstaan aan de verleiding om ons tijdperk van een populistische explosie te noemen. Dat is een term van de Amerikaanse journalist John P. Judis. En ik denk dat dat echt een diepe waarheid over ons eigen tijdperk uitdrukt. Dus de mensen die allemaal populisten genoemd zijn, Jesse Klaver, Viktor Orban, Jeremy Corbyn, Alexis Tsipras, Thierry Baudet, iemand als Philip Duterte zelf, is praktisch een eindeloos lijstje. En leken stellen zich vaak natuurlijk de vraag, wat hebben al die mensen in godsnaam gemeen?
Nu wordt door populismeonderzoekers ook heel graag overdreven hoeveel oneenigheid er eigenlijk wel bestaat binnen hun kringen. Populisme zou ondefinieerbaar zijn. Het zou een beetje als een chameleon zijn die altijd van kleur verandert. Een adder die ons altijd maar door de vingers glipt. En ik denk dat iemand onlangs zei dat het eigenlijk een cliché is geworden. Om te zeggen dat het een cliché is, dat het populisme moeilijk te definiëren is. Dus ik denk dat dat de situatie heel erg goed samenvat. Wat Cas eigenlijk aantoont, is dat veel van die klachten in wezen onterecht zijn. Dus populismevorsers, of die nu links zijn of rechts, en hoewel zij dat niet altijd zelf graag toegeven, zijn het wel degelijk eens over veel populistische kerneigenschappen. En eigenlijk lijkt er zelf een soort van monotonie te schuilen in veel populismeonderzoek. Dus een beetje als een mozaïek die van dichtbij heel gevarieerd en veelvormig wordt, maar die als je afstand neemt eigenlijk nogal monochroom is. En wat ik eigenlijk wil doen in de rest van mijn reden, is enkele van de kenmerken die Cas heeft opgesomd herhalen, een beetje uitdiepen. En tenslotte wil ik bij een van die specifieke kenmerken blijven stilstaan. Nu, daar is een specifieke reden voor en ik moet hier mijn eigen belangenconflict een beetje declareren. Dus ik wil onderzoeken of vandaag de dag wel verplicht zijn om het populisme in de termen van Cas te denken. Dus dat is niet, ik wil daar niet mee bedweterig zijn of zo. Maar ik wil eigenlijk het bescheiden voorstel doen om eens na te denken of er ooit wel eens een ander populisme heeft bestaan. Dus ik wil mij de vraag stellen, verdienen wij geen beter populisme? Nu, het eerste criterium dat Cas heeft aangehaald is wat nu in de literatuur het antipluralisme van veel populistische partijen genoemd wordt. Dus populisme, zoals Cas stelt, geloof in het bestaan van een makkelijk identificeerbaar en onverdeelbaar volk, dus het principe der homogeniteit, dat als enige entiteit vertegenwoordiging op het staatsniveau zou moeten verdienen. En dat is een gevaar voor onze hedendaagse liberale democratie op minstens drie manieren. Ik zou ze graag even willen opzommen. Dus ten eerste ontkennen populisten vandaag de dag het bestaan van onderscheiden binnen de bevolking zelf. Ze kunnen zich eigenlijk niet voorstellen dat bepaalde groepen binnen die bevolking, bevolking is niet hetzelfde als een volk natuurlijk, wel eens belangen en identiteiten kunnen hebben die niet zomaar verenigbaar zijn of die zelf tegengesteld zijn. En het tweede populistische eigenschap, of antipluralistische eigenschap, is niet alleen dat ze die collectieve verschillen binnen het volk ontkennen, maar ook dat ze individuele verschillen ontkennen. Dus ze kunnen zich eigenlijk niet voorstellen dat die opgelegde volksidentiteit van hen wel eens de identiteit van bepaalde personen zou kunnen belemmeren. En in plaats verkiezen ze een vorm van democratisch monisme of een soort van democratische eenduidigheid, wat de Franse denker Claude Lefort ooit het volk als één heeft genoemd. En het enige verschil dat ze eigenlijk wel tolereren is een soort van absolute verdelende lijn tussen de volk en die elite. En soms komt er ook nog die onderklasse bij kijken, waarvan populisten zeggen dat de elite een bepaalde groep buitenstaanders gebruikt om het volk te manipuleren. Nu, het derde aspect van dat populistisch antipluralisme is dan altijd het klassieke populistische manoeuvre, wat je een soort van retorische vervangingstruc zou kunnen noemen. Dus aangezien een bevolking onvermijdelijk intern verdeeld zal blijven en nooit ten volle homogeen kan zijn, is het onvermijdelijk dat het volk dat populisten als het enige waar zien, nooit de bevolking zal kunnen omslaan. Dus ze zeggen wij spreken voor de 99%, maar is dan altijd onvermijdelijk op een procent waarom ze zeggen ja, maar de 99% zijn eigenlijk de 100% en zijn degene die ertoe doen. Dus in die zin moeten populisten altijd een derde antipluralistisch manoeuvre uitvoeren om hun visie waar te maken, waarin ze de belangen van een specifiek deel van de bevolking voorstellen als de algemene belangen. Nu, het afwegen van particuliere tegen universele belangen is doorgaans op een ordentelijke en institutioneel verantwoorde wijze, is soms ook wel de kern van de moderne democratie genoemd. Dus de bekende Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau noemde dat de verandering van de volonté de tous, of de wil van allen, naar de volonté générale. En zijn idee was natuurlijk dat als burgers samenkwamen en delibereerden en overlegden, dan zou er spontaan een soort van consensus ontstaan die die particuliere belangen kan overstijgen. Nu, de populist is een voorstander van volonté générale, maar niet op de manier van Rousseau, want hij denkt eigenlijk dat zelf die deliberatie niet hoeft plaats te vinden. Er moet eigenlijk niet overlegd worden, er moet niet afgewogen worden hoe die belangen soms kunnen in conflict treden. Maar hij zegt, die volonté generaal kunnen wij identificeren en wij kunnen die uitdrukken op staatsniveau zonder dat er die deliberatie plaatsvindt. Nu, dat is een onvermijdelijke democratische eigenschap. En er is een heel mooie vergelijking van de Australische politicoloog Ben Moffitt, die het populisme ooit wel eens met een
onbeleefde gast bij het diner heeft vergeleken. Dus dat is iemand die met zijn ongemanierde uitspraken op het etentje bij mevrouw Liberalisme en meneer Democratie wel wat ongemakkelijke waarheden kan zeggen, maar ook heel erg storend kan zijn. Maar ik denk eigenlijk dat we die metafoor nog iets uitputtender kunnen gebruiken. Ik denk dat de hedendaagse populist nog het meest lijkt op iemand die bij een groepsetentje opeens tegen de ober gerechten begint te dicteren, waarvan iedereen ze zal moeten eten. En die, wanneer andere gasten daar hun ongenoegen over uiten of zeggen van ik wil eigenlijk iets anders eten of wij zijn een groep mensen die iets anders willen bestellen, die andere mensen als kannibalen afdoet en zegt dat zij eigenlijk het niet eens verdienen om aan tafel te zitten. En hij of zij stelt zich dan ook voor als een soort van spreekbuis van een zwijgende meerderheid en ziet niet in dat het misschien een goed idee zou zijn om even samen te overleggen en zo tot een consensus te komen. Nu, die substitutie, die een deel van de tafel, de rol van de tafel in zijn geheel laat spelen, leidt dan tot een tweede populistische kerneigenschap. Dat is, zoals Cas zegt, hun moralisme. En dat betekent dat populisten een onbedwingbare drang hebben om hun tegenstanders te moraliseren. Dus of het over Baudet gaat, over Wilders of over Orbán. Die zien hun opponenten of hun tegenstanders niet alleen maar als tegenstanders of concurrenten, maar ook als vijanden. Het zijn mensen die er niet alleen andere meningen op nahouden of die een andere visie hebben over wat voor beleid er gevoerd moet worden. Dat zijn mensen die in wezen fundamenteel kwaadaardig zijn voor hen. Het is een beetje alsof je een potje schaak speelt met iemand en als de persoon daar tegenover verliest, dan gaat hij niet gewoon keurig zijn koning neerleggen, maar dan zegt hij onvermijdelijk van ja, ik smijt het bord gewoon om, want er is hier vals gespeeld. Dus in dat aspect vallen die moralistische en die antipluralistische tendensen heel erg mooi samen. Want zoals Cas zei, populisten zijn eigenlijk niet in staat om de legitimiteit van een oppositie te erkennen. Dat hebben we ook gezien in landen als Hongarije en als Polen. Dissidenten worden daar onvermijdelijk opgevat als een soort van aanval op de sacrale eenheid van het volk zelf. Maar dat brengt ons eigenlijk naar een derde populistische kerneigenschap. Dat is de ongemakkelijke verhouding die populisten hebben tot het concept van een partij. En ik hoef u dat als Nederlands niet uit te leggen. Als men kijkt naar mensen als Fortuyn, Wilders of Baudet, hebben altijd al een heel stiefmoederlijke visie gehad op het concept van een politieke partij. Dus oftewel is dat een persoonlijk ego-vehikel, oftewel is dat een soort van springplank voor hun eigen carrièrisme. En wat Fortuyn deed met de LPF, was hij nog streng als een dictator aanvoeren. Maar Wilders heeft eigenlijk niet eens meer behoefte aan een partij. Dus de Partij van de Vrijheid staat op zijn eigen naam, heeft ook geen leden. Het zou eigenlijk ook een contradictio in terminis moeten zijn over de Partij van de Vrijheid te spreken als een partij. En Wilders legitimeert die keuze ook door het feit dat hij geen LPF-achtige toestanden wil bij de PVV. Want als ze beginnen ruzien, dan zal die partij onvermijdelijk averij leiden. Nu, heel veronderlijk is dat eigenlijk niet, want wat is een partij immers behalve een vehikel om particuliere belangen naar algemene belangen te vertalen? Dus op het electorale terrein stellen bepaalde partijen zich voor als voorstanders van het algemeen belang, maar ze zijn zich wel bewust van het feit dat zij altijd een relatieve aanspraak doen op dat algemene belang. Ze hebben een bepaalde ideologische visie op hoe de staat moet georganiseerd worden, maar ze gaan nooit zeggen dat het de enige juiste visie is. Dus bijvoorbeeld in ons restaurant zeggen twee mensen die absoluut de risotto willen eten of zoiets, zeggen van ja, ik denk dat het een goed idee is als we allemaal de risotto bestellen, want wij gaan daar allemaal het meest van genieten en ik wil dat jullie naar mij luisteren. Ik ga jullie niet als kannibalen afdoen als jullie het niet eens zijn. Misschien kunnen we ook een middenweg vinden op dat vlak. En wat dat eindelijk toe leidt en wat het interessantste verschil is tussen de partijdemocratie die Europeanen vooral in de naoorlogse periode hebben gekend, die vooral in de jaren 80 en de jaren 90 na de val van de muur is verdwenen, is dat die klassieke partijen eigenlijk altijd één specifieke term gebruikt om hun politiek te typeren. Dat ging over belangenbundeling, over belangenverdediging. Wat we zien met hedendaagse populisten, zoals Cas dat ook zei, zij zijn eigenlijk niet zo te vinden voor de taal van belangen, centen, interesses of zelfs voor economisch beleid. En Ewald Engelen heeft dat in een recent boek ook nog eens benadrukt. En velen van hen prefereren vandaag de dag eigenlijk een ander codewoord. En dat codewoord is het onvermijdelijke woord der identiteit. En aangezien wat we ook bij linkse voorbeelden zien, identiteit fundamenteel gaat over wie je bent en niet per se over wat je doet, is belangenbehartiging en politieke discussie met populisten vaak heel, heel erg moeilijk. Dus wat identiteitsdenken ook ter linkerzijde doet, is dat mensen in mentale reservaten opsluit. Nu, ik wil niet zeggen dat links identiteitsdenken gevaarlijk is dan rechts identiteitsdenken, want ik bedoel, empirisch gesproken denk ik dat argument eerder naar de andere redenering wijst.
Maar wat we vooral zien is dat, hoewel die linkse identitaire en die rechtse identitaire op Twitter altijd maar gevechtjes uitvechten, delen ze toch enkele cruciale eigenschappen. Terwijl linkse activisten een soort van identiteitspolitiek bedrijven, die zich enkel tot minderheidsgroepen beperkt, en die minderheidsgroepen en hun belangen ook altijd scheidt, bedrijven populisten eerder een vorm van anti-particuliere identiteitspolitiek. Dat is een term van de Duitse politicoloog Jan Werner Müller. En ik denk dat het eigenlijk een hele diepe waarheid over het hedendaagse populisme samenvat. Dus in plaats van dat zij belaagde minderheden gaan verdedigen, gaan ze eigenlijk een belaagde meerderheid verdedigen. Maar die belaagde meerderheid wordt altijd geïdentificeerd aan de hand van een bepaalde culturele eigenschap doorgaans. Dus dat is ook waarom identiteit zo goed werkt op dat vlak. En de Franse filosoof Pierre-Rosan Vollon vatte dat onlangs prachtig samen. Die zei eigenlijk, te midden van een algemene verstrooiing van verschillende identiteiten, tracht het populisme op basis van zijn eigen nieuwe identiteit een nieuwe eenheid te stichten. En wat we dus ook zien is dat het rechtspopulisme helemaal niet het terrein van het identiteitsdenken verlaat. Het neemt er heel erg gretig aan deel. Het doet er eigenlijk gewoon zijn eigen ding mee. En zegt dat het ook een opponent is van veel linkse identitairen. Maar op den duur spelen zij nog altijd hetzelfde spelletje. En ik denk dat de vraag die ik vandaag de dag echt wil stellen, en die misschien naar het kern van mijn werk als historicus gaat, is dat we hebben gezien dat het populisme zowel product is als reactie van de hedendaagse democratische crisis. En van nu wil ik mijzelf eigenlijk de vraag stellen, zijn we vandaag de dag wel verplicht om het populisme in termen van identiteit te denken? Is het mogelijk om ons populisme voor te stellen dat voorbij identiteit gaat? Misschien moeten we hier eventjes over de plas gaan kijken. Niet naar de clown in het Witte Huis, maar ook breder historisch gesproken. En bijvoorbeeld in de Verenigde Staten daarentegen, en Cas verwees er ook naar, ik heb die mensen ook gevonden en ik denk dat die mensen ook goede argumenten hebben voor hun visie, is er eigenlijk een associatie tussen populisme, economie, beleid en belangenhartiging eigenlijk niet zo controversieel. Voor hen is dat helemaal geen conflictueuze combinatie. Bijvoorbeeld een figuur als Bernie Sanders bijvoorbeeld, wordt daar regelmatig als een linkspopulist bestempeld. Dat heeft weinig te maken met het soort van naapende identiteitsdenken van de SP hier bijvoorbeeld. Maar hij ziet zichzelf ook als een verdediger van de Amerikaanse arbeidersklasse. En hij wordt daardoor als linkspopulist betiteld, maar dat is ook helemaal geen negatieve benaming voor hem. En ze zeggen ook, hij schrijft zich in een eerbiedwaardige traditie, die heel diepe wortels heeft in het Amerikaanse denken. Die altijd zegt dat volkssoevereiniteit betekenisloos zal blijven zonder economische soevereiniteit. Dus het volk is voor iemand als Sanders niet alleen een culturele, retorische of morele categorie, maar het is ook een economische categorie op zich. En er is één portret dat in zijn parlementair bureau hangt in Washington, dat hij al sinds hij in de jaren 70 senator werd, daar heeft hangen. En dat is een portret van de Amerikaanse socialist Eugene V. Debs. Hij was een van de stichters van de American Socialist Party in de jaren 1900. En hij is waarschijnlijk ook de bekendste socialist die de Verenigde Staten in hun geschiedenis gekend hebben. Nu, de persoonlijke geschiedenis van Debs, wil ik stellen, legt op heel mooie wijze die verhouding tussen populisme, klasse, economie en beleid aan de dag in een Amerikaanse context. Dus als we even teruggaan, in de jaren 1890 werd Debs herhaaldelijk voorgedragen als de presidentskandidaat voor de zogenaamde People's Party. De partij waarom wij vandaag de dag de term populisme te danken hebben, die in 1892 toen geënt werd. De People's Party was de grootste derde partij in de Amerikaanse geschiedenis. De enige die er ooit een reëel vooruitzicht bezat op een verbrijzeling van het aloude tweepartijenstelsel. Het was ook interessant genoeg de partij die het grootste aantal zwarte leden aller tijden telde. Dus 1,2 miljoen zwarte leden in het zuiden. Dat is ongezien en dat is een van de subgroepen van de Populist Party, zoals dat heet, was de Colored Farmers Alliance. En in het zuiden hadden die het grootste aantal zwarte boeren die zich bij hen hebben aangesloten. Nu, het succes van die partij had eigenlijk niet zoveel te maken met identiteit. Dus ik wil eigenlijk zeggen van dat niets te maken met identiteit. Maar de reden waarom zij zo succesvol waren in het zuiden was vooral omdat zij erin slaagden om zowel zwarte als blanke boeren, die elkaar eigenlijk aangeleerd hadden om elkaar te haten, samen konden mobiliseren tegen hun economische uitdrukking. Dat deden ze op verschillende manieren. Ze zetten zich af tegen de bestaande lynchwetten. Ze bepleitten een algemene herverdeling van de landbouwgrond. En ze wilden ook een gedemocratiseerd muntbeleid. En er is één speech die een populist gaf in 1892 in Georgia,
in de buurt van de universiteit waar Cas nu ook lesgeeft. En hij, Tom Watson, die later een verschrikkelijke racist werd, maar die toentertijd nog heel erg gezond was, deed toen de volgende oproep zowel aan blanke als zwarte kiezers, terwijl hij door Georgia reed. En ik citeer hem hier. En je moet heel goed letten op de taal die hij hier gebruikt. Dus laten we veronderstellen dat een gekleurde burger zal stemmen zoals zijn materiële belangen dat dicteren. En laten we veronderstellen dat de toevallige toebedeling van het kleurenverschil in het zuiden geen mogelijk onderscheid zal maken voor de belangen van boeren, pachters en arbeiders. Laten we veronderstellen dat na uitgebreid en eerlijk overleg we erop kunnen vertrouwen dat mensen weten waar hun belangen liggen. En zo komen we tot de conclusie dat de zuidelijke rassenkwestie door de People's Party kan opgelost worden met het simpele voorstel dat beide rassen door hun eigen belang geleid zullen kiezen voor wat hen goed uitkomt. Wanneer de zaak zo aan hun wordt voorgesteld dat ze niet meer gehinderd worden door de bittere partijtwisten uit het verleden. Einde citaat. Nu, zoals ik gezegd heb, Cas en ik zijn het eigenlijk over niet zoveel zaken oneens als het over dat hedendaagse populisme gaat. Het enige wat ik wil doen is dat we ons historisch gezichtsveld een beetje verruimen en dan hopelijk inzien dat er wel degelijk ooit een andere manier was om tegen populisme aan te kijken. En ik wil dat nog eenmaal illustreren aan de hand van die restaurant-analogie die ik op het begin gebruikte. Het populisme waar ik het over heb, in een Amerikaanse context, is niet echt zoals die vervelende gast in het restaurant die andere gasten wil opleggen wat ze moeten eten en die zijn tegenstanders dan als kannibalen begint af te doen. Ik denk dat hij eerder gekant was tegen personen die het budget voor het diner op voorhand helemaal naar zich toeschuiven, zodat de andere gasten steeds meer keuze krijgen op het menu en die op den duur zelf kunnen bepalen of die mensen überhaupt te eten krijgen. En het feit dat dergelijke economische tirannie in een democratie getolereerd wordt, dat vonden populisten gewoon onaanvaardbaar. Maar dat betekent nog niet dat ze dachten dat iedereen hetzelfde moest eten, of dat individuele personen misschien ook hun eigen diner wilden samenstellen, of dat er geen ruimte was voor individuele keuzes. Ja. Wat ze eerder wilden doen, is dat een eerlijke verdeling van het budget op voorhand ervoor zou zorgen dat iedereen evenveel inbreng zou kunnen hebben over wat er uiteindelijk gezamenlijk wordt gegeten. Want ze zeiden natuurlijk ook van, ja, het interessantste uit eten gaan is dat je samen aan tafel zit en misschien ook gerechten deelt. Dus wat ik wil zeggen is, wat men vandaag de dag populisme noemt, heeft wel degelijk een veel complexere geschiedenis dan een zoveelste identiteitspolitiek te midden van alle anderen. Ik vind dat we soms harder moeten nadenken over hoe we in onze huidige eenrichtingsstraat terecht zijn gekomen. En hoewel Cas heeft gezegd van ja, ik denk dat populisme in Europa over zijn hoogtepunt heen is, is het wel duidelijk dat het ook onuitwisbare sporen heeft nagelaten in onze politiek. Ik denk niet dat we ooit van onze politiek, van onze populistische kater gaan recupereren. En ik denk dat hier een soort van historische terugblik een heel goed medicijn kan zijn. Dank u wel. Ik kijk eerst even naar jou, Cas, voordat ik een vraag poneer die op mijn blaadje staat. Wil je even reageren op wat je hoorde? Ik denk een beter populisme. Nou goed, dat is natuurlijk een wetenschappelijke kop uit, maar dat hangt uiteindelijk te samen met de definitie. En waar Anton het over heeft, is voor mij sociaaldemocratie. Dat is niet populisme of een democratisch socialisme, ondanks dat ik meer denk dat sociaaldemocratie is. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat daar geen ruimte voor is en dat niet terug zou moeten komen. Maar ik begrijp niet waarom je dat linkspopulisme moet noemen. Voor mij heeft dat niet te maken met die term. En is dat, als je puur kijkt op een soort van politiek project, lijkt me dat juist niet verstandig om het te linken aan populisme. Al kan je zeggen, van misschien is het ook niet verstandig om het nog te linken aan sociaaldemocratie, want die term die verkoopt ook zo best niet meer. Ten aanzien van zijn interpretatie van de Amerikaanse populisten, ik ben geen historicus en ik ben daar geen expert op, maar het is wel een bijzonder rooskleurige en homogene interpretatie van wat de populisten waren. Het grote probleem van de populisten in het midden van de 19e eeuw in Amerika was dat ze juist geen geïntegreerde organisatie hadden, wat eigenlijk heel weinig Amerikaanse organisaties ooit hebben. Zelfs nu nog zijn de Republikeinen en de Democraten
verschillen enorm van staat tot staat. De populisten in die periode, wat overigens een langere periode is, waarin er allerlei verschillende populisten waren, waren ook niet homogeen. Antisemitisme was een groot probleem binnen bepaalde delen van het populisme. Racisme was een enorm probleem bij sommigen. En anderzijds waren er inderdaad ook weer afdelingen waar de populisten de meest vooruitstrevend waren ten aanzien van rassenrelaties. Maar bestaat er, want wat ik proef uit jouw betoog is, het populisme vandaag heeft een sterk identitair karakter, maar een economisch populisme, en daar heb jij een historische voorbeeld bij gevonden, zou wel degelijk een vruchtbaar resultaat kunnen opleveren. Misschien moeten we dus niet alleen schuwen, maar het ook als kansrijk zien. Snap jij die suggestie die Anton doet? Ja, wel, maar dus wat mij betreft is dat gewoon een strijd voor sociaaldemocratie. En waarom hecht jij er dan aan, Anton, om het populisme te noemen? Het eerste punt dat ik gewoon wil zeggen is, als je een definitie van populisme hebt die een partij die zichzelf populistisch noemde, de eerste expliciet populistische partij, niet kan, laten we zeggen, verwelkomen, dan denk ik dat je soms bepaalde zaken moet herdenken. En Jan Werner Müller zegt dat in zijn recent boek ook, op het einde van, ja, maar als je kijkt naar de Amerikaanse 19e eeuw, die populisten met een grote P tellen volgens mijn definitie niet als populisten. En ik vind dat gewoon een teken van een analytische nederlaag, waarin ik zeg van, ja, maar dan moet je toch bepaalde zaken eventjes daar harder over nadenken. Wat ik ook toegeef is dat, kijk, ik heb een bepaald aspect van die populistische ervaring de late 19e eeuw gegeven. Ik ga niet ontkennen dat er wel degelijk grote problemen waren met delen van die populistische coalitie, dat er bepaalde mensen daarbij zaten die wel degelijk antisemitisch waren, dat veel van die mensen ook onwaarschijnlijk racistische vooroordelen hadden die zij niet echt konden kwijtspelen. Tegelijkertijd vind ik, er zijn twee zaken. Ten eerste vind ik het niet echt haalbaar dat we onze morele meningen op die mensen gaan opleggen. Ik bedoel, iedereen in de 19e eeuw is hopeloos racistisch. Iedereen is hopeloos samenzweerderig. Ik bedoel, we kunnen het over communisten toentertijd hebben, we kunnen het over liberalen hebben. Als je Tocqueville leest over de slavernij, dan ga je daar bijna van kokhalzen. Maar wat ik gewoon wil zeggen is, wat je in de jaren 1890 hebt, is een gebied van Amerika dat eigenlijk genetisch racistisch is. Dat land is op racistische fundering gebaseerd. En toch slagen er mensen in die onwaarschijnlijk moeilijke omstandigheden om bepaalde van die delen van die racistische erfenis te omstijgen. En ik vind dat gewoon zo'n belangrijk historisch feit. En wat ik wil zeggen is, ja, waarom noem je het gewoon geen sociaaldemocratie? Enerzijds natuurlijk gewoon publicitair, omdat je dat vandaag de dag gewoon niet verkocht krijgt. Maar anderzijds ook gewoon, ik denk dat er wel degelijk belangrijke verschillen zijn tussen populisme, dat economisch populisme waar ik het over heb, en wat wij vandaag sociaaldemocratie noemen. Populisten deelden veel doelen met naoorlogse en, laten we zeggen, 20e eeuwse sociaaldemocraten. De enige vraag die ze altijd stelden was, als je de staat wil uitbreiden om economische uitbuiting tegen te gaan, moet je er altijd voor zorgen dat die staat ook toerekenbaar is aan een bevolking. Dat die staat niet zijn eigen bureaucratische kasten kweekt. En ik denk dat de sociaaldemocratie in de naoorlogse periode een echte glorietijd heeft beleefd. Maar ze hebben wel een soort van bureaucratisch monster gekweekt, maar, dat ze uiteindelijk niet meer kunnen maar besturen. Als ik even daar stil mag gaan staan, dat viel me op ook in jullie beide redes. Cas had het over het populisme. Ja, jij zegt het is op zijn retour, maar we hebben in ieder geval, jij citeerde ook een andere politicoloog, een explosie, populistische explosie wereldwijd kunnen waarnemen de laatste, wat zal het zijn? Ja, nu durf ik niks te zeggen, maar 2 decennia dat het nu aan de hand is, anderhalf. Waar ik jullie niet over heb gehoord, is waarom nu juist deze tijd zo vatbaar is of was voor die explosie. Dus welke ingrediënten, even los van jullie definitiekwestie, welke ingrediënten huizen in onze huidige tijdsgeest waardoor het zo succesvol is? Waardoor je wel populisme kunt uitventen en sociaaldemocratie niet verkoopt. Ja, kijk, bijna iedere populistische politicus of partij is niet alleen populistisch. Die combineert populisme met
iets anders, wat wij de host ideology noemen. Mijn co-auteur Christobal Rovira-Kaltwasser en ik. De host ideology is dat het populisme één ingrediënt uit een bredere ideologie of manier van politiek bedrijven. Ja, bijvoorbeeld bij radicaal rechtspopulisme is de host ideology is nativism, of een soort van xenofobe vorm van nationalisme. Bij het meeste linkspopulisme is het een vorm van socialisme, wat in toenemende mate meer old-style sociaaldemocratie is. Je kan het Front Nationaal niet begrijpen zonder xenofoob nationalisme. Dus het gaat niet alleen om het populisme. Maar in de jaren 20, 30 van de vorige eeuw had je ook nativisme en had je ook socialisme. Maar dat werd toen gecombineerd met een elitaire ideologie, waarin de elite werd gezien als puur en het volk als corrupt. Denk aan fascisme, denk aan met name marxisme, leninisme. Dus er is wel een verschuiving. En dat is iets, denk ik, dat mist in het debat. Waarom worden die nu gecombineerd met populisme en toen met elites? En een van de dingen heeft te maken met tegenwoordig is het volk op een bepaalde manier, de bevolking op een bepaalde manier geëmancipeerd ten aanzien van haar vertegenwoordigers. In de jaren 60, 70, wat we nu denken dat de gouden eeuw was van de democratie, stemden de meeste mensen niet op basis van een afweging van verschillende partijprogramma's, maar die stemden gewoon op de zuil waarin men leefde. En die dachten van de dominee die weet het wel, of de vakbondsleider weet het wel. Tegenwoordig weten wij het. En niet alleen wij, de beter ingevoerden, nee, iedereen wij. Wij zijn slim genoeg om onze politici te beoordelen. En dat is een direct gevolg van een ander soort van onderwijs. We zijn beter opgeleid, maar we zijn ook anders opgeleid. Veel minder hiërarchisch. En dat is een positief aspect. Want alle democratietheorieën zijn erop gebaseerd op een onafhankelijk, kritisch volk. Wat we eigenlijk bijna nooit hebben gehad. Maar zeg je dan dat emancipatie en verheffing, het collectief slimmer worden, anders en hoger opgeleid, correleren met hedendaags populisme en de vruchtbare grond die daarvoor. Dus dat het eigenlijk dat die vruchtbare grond zit in die ontwikkeling van emancipatie. Dat is één deel, maar het gaat niet alleen over beter opgeleid. Het gaat over politiek zelfvertrouwen. Voorheen waren er ook mensen die best wel veel wisten over de politiek, maar die toch het gevoel hadden van dat er slimmere mensen waren die daarover gingen. Nu gaan we er zelf over. Maar een ander aspect is wat ik wel eens ondemocratisch liberalisme heb genoemd. En wat we over de afgelopen decennia hebben gezien, is dat er meer en meer liberale doelen, zowel neoliberaal economisch als meer cultureel, zijn op weinig democratische wijze beslist. Je kan denken aan financieel beleid, wat in toenemende mate door centrale banken wordt gedaan, wat buiten eigenlijk de nauw gedefinieerde politieke agenda wordt gaan. Heel veel dingen als abortus of doodstraf of al dat soort dingen zijn nu juridische kwesties geworden, waar geen debat over was toen het juridische kwestie wordt. En als je er nu over wil praten, dan zeg maar, ja, maar dat kunnen we niet doen, want we zitten in de Raad van Europa en die knikkert ons eruit. Nu, ik zit hier niet te pleiten voor abortus en de doodstraf te veranderen, maar waar ik wel voor pleit en wat we niet meer hebben, is een politiek debat daarover. En dat als wij eigenlijk niet kunnen aantonen waarom we geen doodstraf hebben, of waarom abortus legaal is, dan hebben we een probleem. En we hebben heel veel van dat soort dingen, die hebben we gewoon. Ja, en ik hoor jou niet. Ik hoor jou niet aan een economische correlatie refereren, terwijl jij haalde net Ewald Engelen aan. Ja, die bij uitstek eigenlijk zegt, ga weg van het identitaire discours. Het leidt af van wat er eigenlijk echt als voedingsbodem onder populisme ligt. Namelijk het grote verschil tussen de eigenaar van een koopwoning en diegene die van sociale woningbouw afhankelijk zijn en dus eigenlijk aan de goden overgeleverd is op dit moment. Zeg ik even karikaturaal. Maar is er dan geen economische correlatie tussen populisme en het succes daarvan? Ik denk dat economische ongelijkheid wel degelijk een heel grote rol speelt in bepaalde vormen van populisme vandaag. Ik denk dat alleen niet dat het de enige variabele is die de opkomst ervan vandaag kan verklaren. Ik denk dat Cas het ook heel goed geïllustreerd heeft. Je hebt vandaag de dag een heel erg
mondig en uitgesproken volk dat steeds meer middelen heeft om zich te uiten. Als we het over sociale media hebben, over het wegvallen van klassieke partijkanalen, heeft een soort van veld gecreëerd waarbij mensen zich steeds luidruchtiger kunnen uitspreken over hun politici. Maar tegelijkertijd zit hij in een paradox waarin, volgens recente studies, burgers ook nog nooit zo weinig invloed hebben gehad op beleid. Ik bedoel, recent is een Amerikaanse studie geweest waarin de input van burgers op het geregeringsbeleid ongeveer 1% bedraagt, terwijl de rest toch allemaal door lobbyisten en partijmachines wordt bepaald. Dat is in Amerika. Ja, maar dat geldt ook voor Europa. Vooral als je kijkt naar monetair beleid, als je naar de Europese Unie kijkt, die zich totaal heeft geïsoleerd van de enige democratische beslissingsmacht. En de paradox is van, hoe komt het dat er zoveel geluid is, maar dat er steeds minder invloed is? En ik denk dat dat ook het cruciale verschil is met de jaren 30 en waarom al die vergelijkingen met de jaren 30 niet werken, is de fascistische en communistische partijen toendertijd hadden echt een enorm ledenaantal. Dat gaat ook over massamobilisaties, dat zijn massapartijen die waarschijnlijk heel erg slechte projecten wilden verwezenlijken, maar die wel een bepaalde bevolking in beweging brachten. En wat je vandaag de dag vooral ziet, is wat de Ierse politicoloog Peter Mayer regeren over de leegte heeft genoemd, dat het ledenaantal van de meeste Europese partijen vandaag de dag is echt bedroevend laag. En ligt heel, heel erg laag. En ik denk, is dat die democratische crisis die je aanhaalt? Dus ik denk dat wat het samenvat? Ik denk dat die combinatie. Dus het verschil is, er is heel veel economische ongelijkheid vandaag. Die vertaalt zich vandaag de dag ook in een onvermogen om democratische macht uit te oefenen. Maar tegelijkertijd zijn alle kanalen die in de naoorlogse periode zijn opgebouwd om die macht uit te oefenen totaal gesloopt. En heb je eigenlijk totaal ineffectieve middelen, zoals Twitter of online media, die je de illusie geven dat je veel verandert en je veel te zeggen hebt, maar die op den duur eigenlijk helemaal niets veranderen. En ik denk dat het mooiste voorbeeld daarvan de Belgische of Vlaamse minister Theo Franken is, die staatssecretaris is voor migratie, die een onwaarschijnlijk hoog aantal Twitter-volgers heeft, waarvan wel eens werd gezegd dat er ook een paar robotten bij zitten. En wat hij constant doet, is op Twitter direct zijn volgers toespreken. Hij antwoordt direct op bepaalde twitteraars die hem iets zeggen. Op Facebook doet hij hetzelfde. En hij kreeg daarmee de illusie dat die mensen een directe toegang hebben tot zijn doen en laten als politicus. Maar wat je eigenlijk ziet aan zijn gedrag als beleidsmaker, is dat dat allemaal achter gesloten deuren plaatsvindt. Hij verschilt eigenlijk ook qua beleid niet zoveel van Macron. Hij doet hetzelfde als Macron, puur beleidsmatig. Hij toetert er eigenlijk. Hij wordt Theo Toetert genoemd, want hij de hele tijd maar op Twitter zit te toeteren. Het enige verschil is dat Macron niet constant op Twitter zit en van zich laat horen, maar Theo kreeg die illusie dat mensen wel degelijk een directe toegang hebben tot zijn beleid. En ik denk dat dat de grote tragedie is vandaag. Inderdaad, we leven niet in fascistische tijden, gewoon omdat er veel minder gemobiliseerd wordt. En de mobilisatie die plaatsvindt is, ik zou zeggen, een simulacrum van immobilisatie op veel vlakken. Ja, ik hoorde volgens mij iemand in de zaal die iets wilde zeggen net. Ja. Oh, je bent het kwijt. Kijk, ik wel even rond of er iemand anders. Ja, ik zie al de eerste hand. Sorry dat ik dan niet meteen. Nou, ik heb de microfoon nodig, denk ik. Oh, kijk. Oké. Ik heb twee vragen aan allebei de sprekers één. Ten eerste denk je dat die historische vergelijking met de populisten rond 1892, 1894, dat die een beetje misleidend is. Dat was een agrarische opstand. Ze zijn er ook nooit in geslaagd om de arbeiders in de steden, de immigranten, om die aan hun kant te krijgen. En dat is ook de reden waarom ze in 1896 in de Democratische Partij zijn opgegaan en toen de verkiezingen hebben verloren. Dus ik vind dat je moet oppassen met die populistische vergelijking. Dat is een vraag aan Anton, een vraag aan Cas. Dus je zei dat je niet moet populisme moet gebruiken als een middel om een methode te laten te duiden die iemand gebruikt om te winnen. Dat het meer moet zijn dan dat. Dan zie ik Donald Trump, daar komen we uiteindelijk toch op terug vanavond, die met populistische middelen een verkiezing wint en vervolgens de corrupte elite de macht geeft. Hoe verklaart u dat? Heel even, ik denk dat de eerste vraag sowieso handig is dat jij begint. Het was helemaal geen populisme, het was een agrarische opstand. Ja, maar ze noemden zichzelf wel populisten. Dus daar moet je wel altijd rekening mee houden. Ik ga ook helemaal mee akkoord dat je niet zomaar een gemakkelijk historische brug kan maken en zeggen van, ah, kijk eens aan, dat is perfect relevant vandaag. Ik bedoel, dat is een heel andere wereld die ook in een zekere zin onvermijdelijk is afgesloten van ons. Maar gewoon omdat dat een samenleving was die nog overwegend agrarisch was, betekent nog niet dat die vandaag niet relevant zijn. Omdat veel van de vragen die zij zich toen
toentertijd stelden, zijn vandaag de dag nog altijd relevant en zijn niet opgelost. Dus wij hebben die vragen ook van hen geërfd. En ik zeg niet dat zij de antwoorden bieden, maar ik vind wel dat zij een betere manier hebben om met die vragen om te gaan. Hoewel wij in een samenleving leven die ja, totaal geproletariseerd is. Iedereen werkt vandaag voor loonarbeid of is schijnzelfstandige. Die vraag... Je kan niet zomaar die agrarische krachten uit de 19e eeuw gebruiken om die kwesties op te lossen. Wat ik alleen wil zeggen is, zij stellen zich de vraag, we willen dat de staat meer macht krijgt, maar we willen ook dat de staat nog altijd de volkswil uitdrukt. En die vraag moet vandaag nog altijd beantwoord worden. En ik denk niet dat veel mensen... Ik denk dat niet dat veel worden opgeschoten op dat vlak. Als het gaat over het verlies van de populisten in... Wacht even. Ja, want de mensen die eventueel meeluisteren horen niets zonder microfoon. Maar ik wil heel even naar dat Trump-punt door, sorry. Namelijk in campagnetijd een populistische methode. Eigenlijk een populistische campagne voeren. Na winst de corrupte elite installeren. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Nou ja, aan u. Ja, ik heb het gevoel dat ik nog meer over Trump praat nu ik in Europa ben dan als ik in Amerika woon eigenlijk. Maar kijk, Trump begon helemaal niet met een populistische campagne. Het eerste jaar van zijn campagne was Trump geen populist, vrij elitair. Hij verkocht de Donald, hij verkocht niet het volk, hij zei nooit dat hij de stem van het volk was. Dat is veranderd in augustus 2016 toen Steve Bannon kwam. En Steve Bannon maakte van Trump een beweging. En uiteindelijk leidde dat tot die prachtige speech, inauguratiespeech. Een schoolvoorbeeld van populisme waarin hij zei van ik heb het Witte Huis teruggegeven aan het volk. Nu, dus in zijn geval zie je heel duidelijk dat hij populisme gebruikt. Hij is geen populist, hij is heel sterk anti-establishment. He, maar hij vindt niet dat hij de stem van het volk is. Hij is speciaal. Dat mag vrij duidelijk zijn dat Donald vindt dat hij speciaal is. Maar dat is een verschil, hè? Want dat hoor je Marine Le Pen nooit zeggen. Dat hoor je Geert Wilders ook niet zeggen. Thierry is een ander verhaal. Dus van waarom gebeurt dat? Ook niet vergeten, we spreken over Trump tegenwoordig alsof het voorbeeld is van populisme. A, dat is hij dus niet, omdat hij het eigenlijk niet is en pas later gebruikt. Ten tweede, hij is de leider van een van de twee gevestigde partijen. Maar in Amerika werkt het zo dat je nooit echt volledig controle hebt van je partij. Trump is niet aan de macht in dezelfde zin als zelfs Theresa May aan de macht is, laat staan Viktor Orbán. En dus hij moet ten eerste compromissen sluiten. En ten tweede, nou goed... Trump zit daar voor zichzelf natuurlijk. Maar hoe kan dat? Dat is een hoe kom je daarmee weg? Maar waarom noemen veel mensen hem populist? Even voordat we gaan naar waarom komt hij ermee weg? Ja, wat zijn dan die kenmerken die we blijkbaar... outsider en anti-establishment. Maar het is gewoon een republikein. Nee, ik zeg niet dat hij gewoon een republikein is. Maar geeft, jij bent politiek wetenschapper. Welke term zou jij op zijn stijl politiek plakken als het niet populisme is? Maar dat zijn twee dingen. Dat zijn, sorry, ja, maar daar gaat deze avond toch ook over definitie kwesties. Hij is een populistisch rechtsradicaal fenomeen. Okay. Zijn campagne, okay. Of hij daar nou in gelooft of niet, dat is de campagne waarop hij heeft gewonnen. Dat is wat hij verkoopt. Nu, hij heeft wel degelijk... populistisch beleid ook. En dat is niet de muur, want dat is nativism. Maar hoe hij tekeer gaat tegen de media en tegen het juridisch apparaat en de onafhankelijkheid daarvan, is klassiek ingegeven door dat. En hij ziet zichzelf nu natuurlijk als de stem van het volk. En dus als een rechter iets doet wat hij niet wil, dan gaat de rechter tegen het volk in. Dat is klassiek populistisch. Anderzijds, we zitten in Amerika, een heel groot deel van het volk heeft niet die social envy ten aanzien van rijke mensen die Europeanen hebben. Die associëren rijke mensen met hard werken. Dus die vinden dat geen probleem. Andere reden waarom populisten wegkomen met allerlei slechte dingen die ze niet hebben beloofd, is omdat de mensen die stemmen voor populisten hebben heel lage verwachtingen. Van de gevestigde partijen, waarvan ze denken die hebben allemaal gefaald, maar ook van de populist. Die denken helemaal niet dat dat de verlosser is.
Die denken niet dat Trump alles gaat, maar hij probeert het. En als hij ook maar iets gedaan krijgt, dan zeggen ze, kijk, hij krijgt tenminste wat gedaan. Wat hij niet gedaan krijgt, dat is omdat de deep state het saboteert. Ja, dus het gaat om de poging. Het gaat om de poging en het gaat erom dat jij, dat jij niet hun bent. Ja. Ja, sorry. Nee, ik denk dat inderdaad, Lucas gelijk, Trump als persoon is heel erg post-ideologisch. Ik denk dat in de jaren 90 hij ook zichzelf als democraat zag. En ik denk dat zijn narcisme is zo grenzeloos en er zit eigenlijk zo weinig inhoud aan, dat mensen die zich rondom Trump kunnen posteren, eigenlijk hem als een soort van, het is als een, je kan er eigenlijk insteken wat je wilt en dan zal hij het wel napraten, zolang zijn ego maar centraal staat. En dat is ook die ideologische dunheid van Trump als persoon is. Hij heeft een populistische periode gehad, of zeker ook toen hij verkozen wordt met die inauguratiespeech, maar dat heeft er vooral mee te maken dat er rondom hem in zijn entourage mensen zaten die van hem wel degelijk een populist wilden maken. Wat het enige wil zeggen, waarom noemen we zoveel mensen hem een populist? Wel, omdat wat er in Amerika vaak gezegd wordt, is dat ze in een zogenaamde second gilded age leven. Of een zogenaamde tweede gulden tijdperk. En de eerste gilded age liep van 1865 tot 1914. Het was een tijd van onwaarschijnlijk economische groei, maar ook van grenzeloze armoede. En de populisten zijn eigenlijk, of de eerste populisten waarvoor ik het had, zijn eigenlijk de grootste partij toentertijd. Zijn een van de meest klassieke manifestaties van het sociaal protest toentertijd. En Trump heeft het niet voor een bepaald establishment, is misschien crypto-elitair, maar heeft misschien populistische tendensen. Maar ik denk dat de reden zoveel mensen dat woord bovenhalen is omdat zij denken van, nu is eigenlijk het moment gekomen voor populistische politiek. Maar die organisationele structuren die in de First Gilded Age daar waren, met grote partijen, populisten mobiliseerden zich ook massaal, die zijn er eigenlijk niet. En wat je nu vooral hebt, is iemand in het Witte Huis die heel veel tijd op Twitter doorbrengt en de illusie creëert dat hij een constante volkszegening nodig heeft op dat vlak. Welke partij op links vinden jullie zonder al te veel discussie geschikt voor de term populisme? Maar ik denk dat er wel degelijk partijen zijn die aan Cassis' definitie voldoen. Dus ik denk dat je die... Elke partij die aan die criteria voldoet dan wel populistisch noemen. Ik wil geen intellectuele autoriteit zijn die mensen gaat dicteren wat ze moeten zeggen. Jij noemde Syriza, maar ook Jesse Klaver. Daar zit toch nog wel iets van verschil, zou ik oppervlakkig redenerend zeggen. Maar Cas? Ja, ik vind Syriza zeker populistisch. Podemos zit in een splitsing daarover. Dat is een populistische vleugel. En eigenlijk een ouderwets marxistische vleugel. Die gelooft dat het eigenlijk niet meer werkt. Ik vind Bernie Sanders geen populist. Zijn tegenstelling, zelfs tussen de 99% en de 1%, was er een op basis van interesse, van belangen. Niet op basis van moraliteit. En dat geldt ook voor Corbyn. Wat ik ook geen populist vind. Dat is geen waardeoordeel. Hoor. Ik heb allerlei problemen met Corbyn ook. Het is niet alsof... de meeste populisten zijn problematisch. Dat wil niet zeggen dat alle niet-populisten niet problematisch zijn. maar het wel perspectief ook. Maar chavismo in Venezuela is linkspopulisme. Maar ook Evo Morales, die niet voldoet aan het clichébeeld. Onder Evo Morales is Bolivia veel gelijkwaardiger geworden. Dat is overigens een Latijns-Amerikaanse trend. Maar ook de liberale democratie in Bolivia is niet ondermijnd. Terwijl die dat... Ik bedoel, in Venezuela is die dood. En in Ecuador is die problematisch. We hebben een clichébeeld van... als populisten de macht hebben, dan gaat het direct daar. Maar er is een diversiteit. En die is, zoals altijd, primair te verklaren uit nationale factoren. Want we doen de hele tijd alsof de wereld allemaal dezelfde kant op loopt. We hebben globalisering en daarvoor doen we dit. En daarom is populisme is overal nu groot. Nee, in sommige landen gaat het naar beneden en in andere gaat het omhoog. En in sommige bestaat het helemaal niet. Jij zei, populisten stellen vaak goede vragen, alleen ze geven foute antwoorden. Waarom zijn het dan juist populisten die wel de goede vraag stellen? En bijvoorbeeld niet de sociaaldemocraten die we hier nu een paar keer als min of meer failliet geciteerd horen. Of de christendemocraten. Wat is dan toch het talent van de populist om tenminste de goede vraag te formuleren? Ik denk omdat zij de situatie beter herkennen. Zij weten gewoon hoe je vandaag een effectieve
politiek moet doen. Ik denk dat het grote probleem van sociaaldemocraten en christendemocraten zijn, is dat zij hun verankering in wat civil society of een civiele samenleving wordt genoemd, totaal verloren zijn. Zij weten eigenlijk niet wat het volk wil en moeten daarvoor constant op spindokters en specialisten gaan vertrouwen. Focusgroepen bijvoorbeeld. En er is eigenlijk een soort van, als je die organen moet inroepen om je te vertellen hoe je campagne moet voeren, dat betekent eigenlijk dat je niet meer echt aan belangenbundeling meer doet, omdat je toch maar je haak naar de wind gaat hangen van hoe de publieke opinie gaat. En ik denk dat dat de echte crisis is van de sociaaldemocratie, is dat de institutionele onderbouw van wat die partijen nooit waren, is verdwenen. De vakbonden zijn enorm geslonken in de meeste Europese landen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat zij verliezen tegen populisten, omdat populisten gewoon veel vroeger en misschien ook veel effectiever met raden en gissen over de zwarte doorschraamd het volk zijn begonnen. En zij definiëren dat veel uitgesprokener. Sociaaldemocraten proberen dat dan na te apen of te recupereren, maar op den duur verkies je ook toch gewoon het origineel. Ja, precies, als een politieke wetmatigheid wel haast. Maar is dat ook jouw verklaring voor het feit dat populisten vaak die goede vraag formuleren? Nou, ik ben het wel eens met de analyse waar het fout gaat, zou ik zeggen, met de mainstream. Ik vind het probleem met zo'n analyse is dat het geeft de indruk dat populisten wel luisteren naar het volk. Maar dat doen ze helemaal niet. Nee, maar jij zei zelf, ze stellen wel vaak een goede vraag. Ja, dus de vraag is dan wel, hoe kan dat? Nou, een van de redenen is omdat ze niet in het systeem zitten. En als je er niet in zit, dan heb je niet die groupthink en dan ga je uit de box. Ik ben echt totaal bourgeois. Maar ik ga af en toe naar een voetbalwedstrijd. En dan weet je echt wel dat immigratie een probleem is. Hoor. Dat wist ik in de jaren 80 of 90 ook. Daarover hoef ik echt geen focusgroep te doen of een buurthuis te beginnen. Ik bedoel, sommige dingen zijn aanzienlijk duidelijker. Maar het is ook niet alsof de sociaaldemocraten of de christendemocraten dat niet wisten. Of de liberalen. Hetzelfde met Europa. Maar wat ze wel wisten, via hun focusgroups, was dat hun achterban over dat issue gesplitst was. En dus dachten ze, daar verliezen we alleen maar mee. Dus daar gaan we niet over praten. Ja. En dat is niet volledig los zijn gekomen van de samenleving, wat wel een probleem is. Ja. Maar dit is ook gewoon opportunisme. Nu, populisten zijn even opportunistisch. Met name de rechtsradicale populisten, die spreken zelden over sociaal-economisch beleid. Waarom? Omdat hun achterban daarover verdeeld is. En zo snel ze daar duidelijke afspraken over maken, of het echt belangrijk maken, dan zitten ze met een probleem. Dus wat dat betreft, het verschil is niet zo groot. Het verschil is, zit je erin of zit je eruit? En bijvoorbeeld Orbán. Orbán doet allerlei dingen wat het volk wil. Hij doet allerlei dingen niet waar het volk ook mee bezig is. Het volk weet niet dat de rest daarmee bezig is, want Orbán controleert alle media. Ja. Maar dus wat dat betreft, die idee van, de populisten hebben wel de vinger op de pols en de mainstream niet. Niemand heeft de vinger op de pols. En er is niet één pols. Nee. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Nee, maar je zegt ook nog iets anders, namelijk als die vinger op de pols, wat bijvoorbeeld, denk ik, bij middenpartijen een veel voorkomend probleem zal zijn, namelijk dat de focusgroep niet eensgezind is. Dat is de achterban bijna inherent niet bij middenpartijen. Je zou kunnen zeggen, het is een wezenskenmerk van dat soort partijen, dat er ook conflict op onderdelen zit, tussen kiezers. En ik zeg je, de angst voor dat conflict en dus ook de realisatie dat je door A te kiezen B van je verwijdert en dus maar niks doet of iets heel verwaters. En ik zeg je ook dat opportunisme een voedingsbodem is voor populisme om op te groeien. Namelijk het opportunisme om niet te durven kiezen of om maar half te kiezen bij andere partijen. Ja, absoluut. Maar dat gebeurt ook voor populisten als populisten in de regering komen. Dan moet je keuzes gaan maken. Ja. En dat zie je zelfs als ze groter worden. Front Nationaal bijvoorbeeld. Marine Le Pen had een groot probleem met het Europabeleid. Ze was naar een Frexit gegaan, wat eigenlijk niet populair was bij een belangrijk deel van haar kader. En ook deels een potentieel electoraat. Nu, zolang ze niet tot de tweede ronde van de presidentiële verkiezingen kwam, was dat geen probleem, want dan kan je nog alles beloven. Op dat moment moet je iets doen. Laat staan dat als je aan de macht deel gaat nemen. Dus zij hebben diezelfde problemen, want iedere partij die aan de macht komt, heeft een vrij groot electoraat en dat is altijd heterogeen. Ja, dus eigenlijk zegt Cas, populisten hebben niet zozeer betere kennis van de Vox Populi. Ze hebben alleen nog niet de macht die tussen hen
en meningsvorming instaat, omdat ze gewoon andere belangen nog dienen. Ja, ik denk ook dat we de uitdrukking keuzes maken als je in de regering zit, moet relativeren. Dat is een hoeveel keuzes je hebt en wat je kan doen, is iets dat historisch verschilt. En ik denk dat de manoeuvreerruimte die partijen en regeringen hebben vandaag de dag, vooral in Europa, de laatste 30 jaar radicaal is gekrompen. Ik bedoel, als je naar Italië kijkt vandaag, het is heel erg ironisch. Je mag concentratiekampen bouwen voor vluchtelingen, dat is allemaal goed en wel. Dat doet de EU zelf ook al. Maar als het over een kleine overschrijding van het schuldenplafond gaat of over wat ambitieuzer staatsuitgaven, dan mag dat opeens niet meer. Maar in de jaren 50, jaren 60 was je speelruimte daar gewoon veel groter. En ik vind het problematisch dat je dan gewoon zegt van, ah ja, vanaf dat je in de regering zit, ga je nu eenmaal realistisch beleid moeten voeren. Maar ik bedoel, wat we vooral gezien hebben de laatste 20 jaar, is dat er zijn bijna geen keuzes meer. Dus die desillusie met politiek komt ook over het feit dat veel politiek tegenwoordig zo gecodificeerd is in bepaalde verdragen, vooral op de Europese Unie. We hebben dat ook met de Griekse crisis gezien, dat als jij verkozen wordt op een bepaald programma, is het onwaarschijnlijk moeilijk geworden om dat programma nog duidelijk uit te voeren. Maar dan schets je best een, hoe zeg je dat, inmiddels, ik zou bijna zeggen dat dit een verhaal is waar Baudet op door zou kunnen gaan. Want eigenlijk zeg je hier, en de invloed van kiezers zelf is gedecimeerd in de afgelopen 30 jaar. Dus de illusie van invloed is toegenomen. Hmm. We kunnen met de... Sorry? Ja? Wacht, ik kom zo bij jou. Ik kijk alvast naar Jante. Ja? En daarachter ook, 1 seconde. Dus de illusie van invloed is toegenomen doordat we allerlei communicatiemiddelen hebben waarmee we ons direct tot politici kunnen verhouden. Maar je zegt ook, de regeringen binnen natiestaten zijn vervolgens ook weer heel veel invloed kwijtgeraakt. Dus ik hoor Brussels dictaten. Het is een beetje als wat Odysseus doet op het schip, is dat hij zichzelf vastbindt aan de mast. En ik denk dat is wat regeringen de laatste 30 jaar vooral gedaan hebben. Is, we hebben vaak de illusie dat de Europese Unie een soort van kwaadaardige leviathan is die boven die nationale regeringen drijft en bepaalde dictaten geeft. Maar wat je eigenlijk ziet, is dat de instituten binnen de hedendaagse EU die de meeste macht hebben, zoals de Europese Raad, worden bevolkt door nationale regeringsleiders. De Eurogroep is een groep aan financiële ministers die verkozen zijn in hun nationale context. Het enige verschil is dat die mensen in electorale context heel graag populistisch kunnen zijn en hun achterban kunnen opjutten. Maar vanaf dat zij de vergaderzaal ingaan en de deuren gaan toe, daar is geen media toegelaten, daar zijn ook geen... Daar wordt ook niet genoteerd wat er eigenlijk besproken wordt. Vinden zij zich in een heel ander milieu? En dat is eigenlijk een beetje de soort van zelfbeknotting die veel nationale regeringen hebben ondernomen, is dat zij zelf ook geen keuzes meer willen. Zij willen zelf geen meer keuzevrijheid. En iemand als Sarkozy is daar een duidelijk voorbeeld van geweest, die eigenlijk zich in het publieke discours als een soort van klassieke nationaalpopulist heeft voorgesteld, die het over identiteit had en over de Franse identiteit en dergelijke, maar die eigenlijk op regeringsniveau, vooral tijdens die eurocrisis, eigenlijk het technocratisch maatregeltje naar het andere heeft genomen. Ja. En dat zorgt voor een soort van schizofrenie, waar je anders spreekt in een achterban dan tegen je collega's in andere regeringen. Mag ik even? Ja, reageer nog kort en dan ga je... Want ik denk dat het probleem groter is. Ten eerste, daar gaat populisme over. Populisme zegt, nee, dat kunnen we nog wel zelf regelen. Precies. En dat is Brexit. Waar we ook altijd van zeiden, dat kan niet, dat kan niet. Maar het kan wel, alles kan. Alles kan. Maar het probleem is dat heel veel mensen willen iets, maar willen daar de prijs niet voor betalen. Kijk, waar Syriza over ging, was, je had 2 opties. En zij bedachten een derde. En voor die derde was totaal geen steun. Maar het was wel de beste. Het was eigenlijk van... lagere belasting, betere voorzieningen. Die willen we allemaal, maar dat is een reden waarom we die niet hebben. Nee? Ja. Nu, uiteindelijk zeggen ze, we konden niet. Nee, je kon wel, maar dan moet je uit de EU. Ja. Of de eurozone, op tenminste. En dat wil de Syriza-kiezer niet. Maar dat heb je ook nooit aangeboden. Wat jij zei is, wij kunnen nog steeds de subsidies krijgen, de bail-out krijgen, maar we blijven onafhankelijk. Kijk, als je dat soort van dingen gaat aanbieden, dat is natuurlijk onrealistisch. Maar daar heeft de bevolking natuurlijk ook wel een rol te spelen. Als jij daarop gaat stemmen, ondanks dat de EU die zelden duidelijk is over wat ze wel en niet wil, voor 2 jaar zegt nee, dat is onbespreekbaar, nee, dat is onbespreekbaar, nee, dat is onbespreekbaar. En dan kom je aan de macht en zeg je, we gaan dat doen. En zeg je, nee, dat is onbespreekbaar.
ja, dan moet je niet gaan rondkijken. En ja. Dus dat is het volk, het deel van de bevolking, ja. Hè, die krijgt opties en kiest voor die opties. Dat is deels omdat de elite, en niet alleen de populistische, ook de niet-populistische, de hele tijd net doet alsof zij enorme macht hebben. En als dan iets misgaat, dan is het opeens globalisering of de EU. En dus we zitten in een schijnwereld, maar daarin speelt de bevolking ook een rol. En dat is niet hè, van, ja, zij zijn simplistisch. Nee, we zijn allemaal simplistisch. Maar zij beloven af en toe dingen waarvan we 100% zeker weten dat het niet gaat lukken, ja. U wilde iets zeggen. Ja, godsamme, daar ga ik weer. Ik weet niet precies hoe ik dit moet vragen. Volgens mij gaat het kleine antigeschiedenis over populisme gaat over dat er een gebrek aan economische politiek is. En verschil is in Nederland en misschien in Europa. En dat dat deels door bureaucratisch EU-gestuurd Europa, dat we ons aan die globale economie moeten houden. En dat we daardoor, en ik vind dat, dan wil ik zeggen dat bijna al onze politici populistisch zijn, ons bezighouden met randverschijnselen, omdat we het economisch discours niet aandurven, niet aankunnen. Het is te groot. Ja, en dan het gaat is zo dan systemisch gaat over, dat je er maar beter bij weg kunt blijven. Ja, en dan gaat het over moslims, over Black Lives Matter of over Zwarte Piet. En dan zie ik Laatst Dijkhoff bij Pauw zitten. En die lacht dan, hoe heet ze, Eva Jinek uit, omdat het ging dan over die straatnamen. Maar alleen al die hele discussie over straatnamen, misschien wordt daar veel te veel aandacht aan besteed. Terwijl... Ja, dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, en ik kijk dan even naar jou, Anton, want dan wordt hier direct naar jouw boek verwezen. Een verklaring waarom het populisme een sterk identitair karakter heeft op dit moment zou kunnen zijn dat de meest logische invulling van een eventueel populistische politiek, namelijk langs de economische lijn, we hebben Piketty, we hebben inmiddels, maar die, zeg maar, de systematiek achter dat probleem is zo immens. Dat we op zoek gaan naar andere dossiers om dan maar politiek op te bedrijven. Want dit is toch too big. Ja, ik ga helemaal akkoord met het idee dat een drijver van het populisme ook de depolitisering van veel economisch beleid is geweest. In de zin dat er wordt steeds minder over cruciale economische vraagstukken gesproken. Bijvoorbeeld de ECB is een enorm kleine club aan hoge priesters die eigenlijk het financieel beleid van een heel continent uitschrijven. En er wordt eigenlijk heel erg weinig gesproken over het feit dat daar totaal geen controle heeft gemaakt. En ook niet over het feit dat het beleid dat zij voorschrijven eigenlijk catastrofaal is geweest voor veel zuidelijke landen. Dat is een duidelijk voorbeeld. Waarom wordt daar niet meer over gesproken? Wat ik wil zeggen over het... Maar waarom is dat? Maar ik denk, identitaire vraagstukken werken vandaag goed omdat die mediatiek heel erg effectief zijn en ook omdat die inderdaad een soort van cruciale waarheid uitdrukken over hoe wij ons als burgers vandaag voelen in de zin van het late kapitalisme gaat over het segmenteren van bepaalde identiteiten zodat zij een markt zo kunnen structureren dat zij producten kunnen verkopen op basis van die identiteiten. Het enige gevaar dat ik vandaag zie, is dat mensen die zich keren tegen identiteitspolitiek en terug naar een soort van klassediscours willen gaan, eigenlijk in het geheim alleen maar willen naar een oudbollige klassepolitiek, waarin de arbeidersklasse wordt voorgesteld als oude, blanke mannen die veel bier drinken en die misschien soms onsalonveige zaken zeggen over islam. Terwijl... Dat is eigenlijk een geheime vorm van identiteitspolitiek, want je reduceert de arbeidersklasse, die onwaarschijnlijk divers is en die heel veel verschillen heeft, tot één culturele uitdrukking daarvan. Ja, je bedoelt dat wordt dan eigenlijk ook een soort grab-em-by-the-pussy-achtige locker-room-categorie mensen. Ja, dus iemand als Steve Bannon noemt zichzelf een populist en wil het over de arbeidersklasse hebben, maar als hij het echt over de arbeidersklasse zou willen hebben, dan zou hij het niet alleen over blanke mannen hebben. Want ik bedoel, er zitten onwaarschijnlijk veel zwarte vrouwen en er zitten onwaarschijnlijk veel alleenstaande moeders daar ook daarin. De arbeidersklasse is een van de meest diverse identiteiten die er is. Er wordt alleen maar altijd over culturele termen daarover gesproken. Terwijl dat een economische entiteit is die wel degelijk belangen heeft, maar die belangen worden te weinig vertolkt. En dat is een beetje dat is de angst die ik zie met zich keren tegen het identiteitsdenken. Dus we moeten niet de fout begaan om dan terug in een ander identiteitsdenken te vervallen. Ik denk dat we het echt moeten nadenken over wat betekent het om vandaag concreet over economisch beleid te hebben en hoe wij invloed zullen kunnen hebben op dat economisch beleid zonder bepaalde karikaturen te maken
van wat een, van wat de arbeidersklasse er echt, hoe die eruit ziet. Helder. Een vraag achterin. Oh, ik had eigenlijk meerdere vragen. Zullen we met één beginnen? Ja, dat is goed. Nou, wat ik dus hoor is, wat ik opvat is eigenlijk gewoon definities van nationalisme, communisme. En het wordt volgens mij Kassa zelfs dat populisme een host ideology nodig heeft. Maar hebben we het dan niet gewoon over het herdefiniëren van die ideologieën in een tijd waarin we internet hebben, steeds sneller kunnen communiceren en gewoon over het algemeen in de wereld hoger opgeleid zijn? Dus niet zozeer, mijn vraag is, bestaat populisme eigenlijk wel? Of is het gewoon niet een doorevolutie van dat nationalisme en een doorevolutie van communisme of marxisme of wat je het ook wil noemen, in een tijd waarin meer misschien mensen... Misschien wel in een mediacratie. Waarin meer mensen zich dieper over kunnen nadenken, over kunnen filosoferen en kunnen beoordelen of andere mensen wel hetzelfde idee hebben als zij. Daarnaast vroeg ik me... Ik kom zo bij je terug, maar het helpt als we hem even fragmenteren, want anders weet ik namelijk ook soms niet meer of alle antwoorden ook gegeven worden. Als ik het goed begrijp, en corrigeer me als dat dus niet zo is, parafraserend, bestaat er wel zoiets als populisme of is het een communisme of een socialisme of een nationalisme dat zich heeft aangepast aan een mediacratie? Nou, je kan zeggen dat het dat er een populistische tijdgeest is, net als er een elitaire tijdgeest was in het begin van de 20e eeuw. De algemene visie was dat in het begin van de 20e eeuw dat het volk ofwel corrupt was ofwel niet in staat om beslissingen te maken en dat er een specifieke groep was die daarvoor was. En dat werd breed gedragen in degenen die met politiek bezig waren, van de katholieken tot de communisten, tot de nazi's, tot de conservatieven. Tegenwoordig zitten we in een soort van populistische tijdgeest, waarin het niet is dat er alleen maar populisten zijn, maar dat onderdelen van het populisme zijn gemeengoed en zijn eigenlijk hegemonisch. Het volk goed heeft en het volk heeft altijd gelijk, dat de elite out of touch is. Dat zijn allemaal dingen die hoor je overal. Dat is op zich geen populisme. Het is pas als het allemaal samenkomt, is het populisme. En er bestaat wel degelijk, er bestaan nog steeds heel veel niet-populistische politici. En er bestaan ook niet-populistische socialisten, niet-populistische nationalisme. Het feit is dat op dit moment, dat als je vanuit met name de outsider succesvol wil zijn, zij dat als nationalist of socialist, dan is een populistisch discours waarschijnlijk het aantrekkelijkst en het best. Dat wil niet zeggen dat dat voor altijd het geval is. Hoe meer populistische regeringen we krijgen, die eindigen ofwel als dictatuur waar sommigen naartoe gaan, ofwel als halfslap aftreksel van wat ze oorspronkelijk waren, zoals Griekenland, hoe meer we een soort van antireactie krijgen. Maar goed, dat populisme is ook niks. Misschien moeten we, denk aan Trump. Hoeveel meer elitair discours we hebben sinds Brexit en Trump. Ja, misschien moeten we die politiek toch gewoon maar aan een kleiner groepje mensen overlaten. Want dit soort van clowns, daar gaat alles kapot aan. Dus we kunnen ook weer terug. Maar op dit moment is, als je vanuit de outsider komt, is dat over het algemeen een beter discours. Maar Macron was geen populist, Ciudadanos was geen populist, dus er zijn anderen. Je had nog een vraag. Ja. Nou ja, ik nog even als kleine reactie. Op zich, dat zou ook kunnen, maar dan zou ik eerder zeggen dat we nu gewoon in een overgangsperiode zitten. En dan krijg je zo'n iets van evolutionaire overgang van, er worden dingen geprobeerd, sommige dingen lukken, andere dingen lukken niet, en zo evolueert de politiek. Alleen, wat ik me dan nog afvraag, is... Wacht, ben ik het dan kwijt of niet? Oh. Ja, precies. Gebeurt de beste hoor. Daar heb ik die voor. Identiteitspolitiek en populisme zelf. Dus om daarop door te gaan, is dat populisme nu dus heel erg wordt gekoppeld met identiteitspolitiek. Alleen is populisme, dus zoals we het dan nu definiëren, dan niet gewoon een pushback op oude identiteitspolitiek? En probeert het juist niet traditionele identiteiten
of identiteiten dat links en rechts door de jaren heen heeft geprobeerd opnieuw te cultiveren. Dus onder andere het hele social justice gebeuren, waar heel veel populisten ook dan weer direct tegen induwen, dat juist weg te duwen. En daardoor maakt ze inderdaad, zoals Anton net... Ja, dus omdat anderen het identitaire discours hebben genegeerd of te weinig serieus genomen, hebben ze eigenlijk gesolliciteerd naar een identitair populisme. Ja, ik denk dat het zeker argument is om over een populistische tijdsgeest te spreken en ook dat er een institutionele logica is die je populistisch kan noemen. Dat heeft er allemaal mee te maken dat we in een tijd leven na de massapartijen of na de klassieke partijdemocratie. En wat er daar zo typisch aan was, aan die partijen, was dat die eigenlijk diepe wortels hadden in een samenleving. Die hadden, dat zie ik nogmaals klassiek bij socialistische partijen, dat die verbonden zijn met allerlei middenorganen of organen binnen het middenveld die die partijen bevolken. En in een situatie waarin die middenorganen verdwenen zijn, is het bijna onvermijdelijk, want de samenleving is niet meer zo strikt verdeelbaar in groepen op veel vlakken, omdat je die niet meer zo goed herkent, die cultureel niet meer zo identificeerbaar zijn. En je hebt eigenlijk een soort van individualistische massa die toch een bepaalde politieke kerk zoekt. En dan is populisme of het soort van verenigen van al die individuen op basis van nieuwe identiteit eigenlijk institutioneel onvermijdelijk. Dat is ook wat ik wil zeggen over de opmerking die Cas maakte. Macron is geen populist of Ciudadanos of andere dingen zijn geen populist. Maar wat je ook bij Macron ziet is dat hij zijn eigen manier heeft om te gaan met die populistische logica. Dus hij spreekt niet per se over het volk, maar hij past wel gretig andere populistische tactieken toe. En ik denk dat wat je eerder ziet is niet dat je puur populistische partijen, non-populistische partijen hebt, maar je hebt eigenlijk gradaties van populisme op de duur. Zijn er geen voorbeelden van antipopulisten in de politiek die heel succesvol zijn? Guy Verhofstadt misschien, maar Guy Verhofstadt heeft begin jaren 90 heeft hij zijn burgermanifesten geschreven en is begonnen als populist. Bij Guy Verhofstadt zie je dat heel mooi. Die is nu eigenlijk een van de meest technocratische liberalen in het Europees Parlement. Dat is D66. Ja, die inderdaad. Maar in de jaren 90, als je zijn burgermanifesten leest, het is een soort van pleidooi voor ideologische vernieuwing, is dat eigenlijk populisme ten top. Dat gaat, en dat doet daar heel erg paradoxale beweging, want hij zegt dan, je moet nieuwe referenda hebben, maar je moet tegelijkertijd een onafhankelijk gerechtshof hebben in België. Dus enerzijds een soort van radicaal technocratische maatregel die beslissingsmacht bij een kleine groep legt, en dan moet je tegelijkertijd een soort van directe invloed hebben. En wat je ziet is, je kan hem moeilijk echt een populist noemen, je kan hem misschien ook niet een volbloedig technocraat noemen, maar die twee tendensen spelen in elkaar samen. Dat maar waarom kwam die bij jou boven als antipopulistisch voorbeeld? Maar omdat hij vandaag de dag bekend staat als iemand die overtuigend ideologisch antipopulistisch is, terwijl mensen heel erg graag zijn eigen ideologische geschiedenis vergeten als Belgische populist op dat vlak. Is ook de man overigens die op bezoek ging bij de Vijf Sterrenbeweging om ze Alde in te praten, zijn politieke groep. Dus als we het hebben over opportunisme puur, dan komt Guy Verhofstadt toch wel heel hoog boven. Maar D66 ging precies hetzelfde. Ik bedoel, D66, de referendumpartij die niet puur populistisch was, maar wel heel dicht in de buurt kwam, die uiteindelijk het referendum afschaft omdat het volk de verkeerde beslissingen neemt. Ja, dat is prachtig, ja. U had ook een vraag. Ja, een van de elementen die Cas noemde van populisme is het idee dat het volk een eenheid is, de meerderheid tegenover die kleine minderheid van het corrupte elitaire. Nou zie je in Nederland dat de populisten, PVV en Forum, nog geen 15% van de stemmen trekken. Waar zit dan de cognitieve dissonantie dat ze toch niet gaan denken, misschien zijn wij de meerderheid niet. En het is onmogelijk dat 85% allemaal elitair is. Vals bewustzijn. Dus ze zijn niet marxistisch geschoold, laat staan cultureel marxistisch geschoold. Maar de marxisten hadden daar een mooie term voor, dat is vals bewustzijn. En vals bewustzijn van Marx had te maken met religie. Tegenwoordig is dat de religie van het multiculturalisme en van het cultuurmarxisme. Mensen zijn beïnvloed, zijn geïndoctrineerd en die weten dus nog eigenlijk niet dat wat goed voor hebben. Ons is. Maar het gaat niet over verheffing. Het idee is dat mensen eigenlijk voelen die dit wel, maar die durven het niet te zeggen door de linkse kerk. En dus daarin is het. Maar dat is het interessante, is als ze dan aan de macht komen, is het gebruik van referendums heel problematisch. Normaal zijn ze erg voor referendums, met name in oppositie, want dat doorbreekt het partijkartel. Maar als je zelf aan de macht bent en je organiseert een referendum en de meerderheid stemt tegen jou, dan heb je een probleem als populistische stem. Je bent aan de macht, dus je controleert ook het discours. Dus eigenlijk kan iedereen nu vrij zeggen wat hij wil. En als je dan verliest, ja,
dan heb je een probleem. Maar als je niet aan de macht bent, dan is dat oké. Want dan is dat die politiek correcte druk die er eigenlijk voor zorgt dat het volk, wat wel degelijk het met je eens is, het toch niet aandurft. Ik kijk even of er nog vragen zijn. Ja? Ja, ik heb een andere vraag. Populisme spreekt zich erg sterk uit over immigratie, wie erin mogen, nationale cultuur, ons volk. De reactie daarop blijft uit. Wanneer we het hebben over de migratiecrisis, dan gaat het al snel over ontwikkeling van Afrika, opvang in de regio. Echt een praktisch discours in reactie op het populistische appel blijft weg. Heeft geen handvaten. Ziet u dat? Delen jullie de analyse allereerst? Ik denk dat de immigratiekwestie politiek recent, vooral bijvoorbeeld in landen als Verenigd Koninkrijk, zo belangrijk is geworden omdat het met lage groeicijfers heeft te maken op zich. In Europa leven we in een periode van chronische lage groei, omdat er ook gewoon heel weinig goede strategieën zijn hoe je groei aanzwengelt. En ik denk dat de politieke vraag die de immigratie zich stelt, radicaal verandert als je in die situatie zich bevindt. Dus wat je in Engeland eigenlijk ziet, is dat de economie sinds het begin jaren 2000 echt heel erg weinig gegroeid is. Er is een steeds kleiner worden, of is een steeds grotere schaarste als het over woningnood gaat of over andere economische middelen. En immigratie in de jaren 50 en jaren 60 werd door vele Britten niet als negatief aangezien, omdat ze net enorm veel mensen nodig hadden voor die heropbouw. En je ziet dat ook duidelijk dat er een langzins schandaal is geweest omtrent de Windrush-immigranten, mensen die in de jaren 50 en jaren 60 uit de Caribische zijn aangekomen. En wat je paradoxaal genoeg ziet, is dat mensen die voor Brexit hebben gestemd en die zogenaamd enorm xenofoob zijn en geen immigranten kunnen uitstaan, eigenlijk allemaal zeggen van ja, die mensen moeten blijven. Die zijn schandalig slecht behandeld door de staat. En wat dat aanduidt, is voor mij gewoon die immigratiekwestie verandert radicaal door die economische parameters. En ik denk dat de manier waarop er over migratie vandaag de dag vaak gesproken wordt, nogmaals cultureel is. Maar verklaart die economische parameter of die het uitblijven van die groei, verklaart dat ook waarom, terug te komen bij de vraag van meneer, linkse partijen of middenpartijen geen solide antwoord op de aanklacht formuleren? Ja, omdat een deel van de realiteit tegen hen werkt. Ja, de realiteit. Maar realiteit is een relatief begrip op sommige vlakken. Want ik bedoel, dat er geen groei is, is niet zomaar een gegeven. Hè. De groei wordt ook deels nog altijd politiek gestuurd. En globalisering wordt dan een soort van onpersoonlijke kracht voorgesteld als de klimaatopwarming. Terwijl ook de klimaatopwarming wordt op den duur wel door mensen aangedreven ja, op dat vlak. Ja. En wat ik gewoon wil zeggen is, wat je bij linkse partijen vaak ziet, is inderdaad dat zij accepteren om het terrein op dat zij accepteren het culturele terrein van rechts op vlak van immigratie. Terwijl voor mij is er wel degelijk een immigratiedebat, maar dat is niet per se een cultureel debat. Dat gaat over hoe wij onze economische ruimte inrichten. En het feit dat als je steeds minder goederen hebt om te verdelen, dat dan ja, immigratie een heel acute vraag wordt. Gewoon. Kas? Ja, ten eerste, we praten hier over radicaal rechtspopulisme. Want Syriza is niet anti-immigratie. Podemos is niet anti-immigratie. En we praten eigenlijk dus niet over populisme. We praten over nativisme, xenofob, nationalisme. Dat is de reden waarom men daar tegen is. En dat wordt veel breder gedeeld dan populisme. Koorts, Rutte, ik kan een hele lijst opnoemen. Wat ik nog steeds het meest opmerkelijke vind van de zogenaamde vluchtelingencrisis. Sorry, ik zat even te vertalen. De beelden die we hebben, als je het discours nu zou volgen, dan denk je van goed, die vluchtelingen die kwamen allemaal en er stonden tienduizenden mensen te demonstreren. Maar er stonden geen tienduizend mensen te demonstreren. Er stonden tienduizenden mensen in de stations van Wenen, van München en van Budapest om die vluchtelingen te helpen. Die zijn helemaal uit de geschiedenis geschreven. Waarom? Die hadden geen stem. Er is geen partij opgestaan, groen niet, sociaal-democratisch niet, die zegt, wij zijn de partij van deze bezorgde burgers die de vluchtelingen helpen. Pardon? Merkel, roept iemand. Nee, Merkel ook niet.
Maar waarom iemand vraagt, maar ik herhaal even de vraag, dan horen ze dat ook op de stream. Waarom is dat uitgebleven? Waarom heeft geen politieke partij die burgers, die duizenden burgers op perrons geclaimd als, dat is onze achterban. Dat zijn de mensen die er nog voor anderen willen zijn en voor hen zijn wij er. Omdat breder gezien het establishment, politiek, economisch en journalistiek zichzelf heeft aangepraat dat het volk de kiezer van radicaal rechtspopulisme is. Dat het volk dit niet wil. En daarin hebben we gewoon, we maken ons wij. Kijk hoe we reageren op de verkiezing van Trump. En we zeggen van ja, de liberals leven in een bubbel. Er waren 3 miljoen meer mensen die stemden voor Clinton. En desalniettemin is de Trump-voter is het volk. Hoe weinig mensen stemmen er voor de AfD? 12,6%. Ja. Maar waar komt die bubbel vandaan? Want dit, dan wil ik even de vervolgvraag van de vrouw uit het publiek claimen. Nee, want even dan Trump als casus. Hè? Dus Hillary wint de popular vote met 3 miljoen. De verkiezing is amper een feit. En Sula Rijksman, een van de hoogste bazen van onze publieke omroep, zit bij De Wereld Draait Door om eigenlijk een mea culpa te doen. En te zeggen, wij bij de publieke omroep gaan vanaf nu beter naar u het volk luisteren. Die opdracht geven wij ons bij deze. Nog voordat eigenlijk de uitslag goed geduid kon zijn. Jij zegt, we hebben ons, of de journalistiek, dat is natuurlijk altijd wat al te genuanceerd, maar een deel van het journaaien, ze hebben zich dat zelf wijsgemaakt. Maar waarom, bedoel, hoe zijn ze dan in dat discours terechtgekomen? Waarom zou iemand zichzelf dit wijs willen maken? Want daar zijn toch verklaringen voor, naar ik aanneem. Maar omdat je die oplossingen vooral cultureel zijn en therapeutisch bijna. Het gaat bijna op. Dat houdt voor hen niet echt een omwisseling van machtsverhoudingen in. Dus dat is ook het goede waarom immigratie daarover zo wordt gesproken, is dat als je het zo voorstelt, betekent dat je je eigen macht ook niet moet opgeven. Je moet mensen de les lezen en zich beter leren gedragen, oftewel moeten andere mensen zich aanpassen. Maar dat gaat niet over concrete beleidsvragen. En daarom doen zoveel politici en journalisten dat heel erg graag. En ik denk ook, Trump heeft dankzij een heel erg oudbollig en slecht functionerend systeem gewonnen. Maar het blijft nog altijd onwaarschijnlijk dat hij gewonnen heeft. Zelfs als er 3 miljoen stemmen meer waren voor Clinton. Het feit dat een dergelijk persoon zich wel degelijk naar de top kan wurmen, zegt wel iets over onze tijd. Dus het is heel erg contingent en het is heel erg toevallig. Maar op veel vakken moet je wel toegeven van wauw, die persoon heeft het wel gehaald. Ondanks alle tegenwerking op dat vlak. Voor historicus, dat hangt een beetje van je perspectief af. Hè? Want bedoel, ja, vergeleken bij 20 jaar geleden is dat misschien opmerkelijk. Vergeleken bij 50 jaar geleden is dat niet opmerkelijk. Ja, maar dit hangt er een beetje vanaf welke vergelijking je hier begint te trekken. Maar het is ook waar, ik bedoel, het programma van Clinton als het over buitenlandse politiek gaat verschilt ook niet bijster veel van wat Trump nu zelf moet uitvoeren. Hoewel ik denk niet dat hij een coherent programma heeft, want hij weet niet wat hij doet. Maar het Republikeinse, het democratische establishment zijn het over zoveel zaken eens over buitenlandse politiek, dat je dan ook de vraag kan stellen van oké, Trump wordt verkozen en dat is dramatisch, maar die oude elite gaat nog altijd wel zijn gang op dat vlak. We hebben nog één laatste vraag en dan gaan we afronden. Dag, goedenavond. Over dat probleem van de relatie tussen onze samenleving met vluchtelingen en migranten. Kijk, dat punt van populisme, dat is in mijn beleving is dat in zijn moderne versie begonnen met het uiteenvallen van Joegoslavië. Waarbij een situatie werd gecreëerd van Servië en dingen. Wie niet voor ons is tegen ons. Dus het is een creatie van een situatie waarin loyaliteit wordt gevraagd. En dat is eigenlijk, dat is in de loop van de decennia is dat verfijnd. Maar daar komt het eigenlijk in het populistisch verhaal voortdurend op neer. En de situatie van iedereen die niet voor ons was tegen ons is vijand van het volk. Het probleem van, en dat is wel een, denk ik wel een voorbeeld, wel een probleem van die crisis over die vluchtelingen in 2015 en daarna, dat voor de andere partij, laat zeggen links, is een probleem wat, hoe ver gaat de inclusiviteit? Want je moet, als je zegt van, ik laat vluchtelingen toe, ik laat migranten toe, dan zal altijd wel de vraag worden gesteld, ja maar tot hoever? En wie allemaal en wie niet? En dat is een vraagstuk waarin links, denk ik, en altijd een heel moeilijk antwoord heeft. Want dat is eigenlijk een antwoord, als je het goed beschouwt, ja, iedereen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar wie dan niet? En dan wordt het moeilijk, want dan begint de vraag, wie hoort bij ons en wie hoort niet bij ons? En dat is een,
Dat is een vraag waarin populisten altijd een makkelijker antwoord zullen hebben. Ja. Oh ja, hoewel... Nee, ik ben er niet op mijn antwoorden gegeven. Maar ons asielsysteem is mede door sociaal-democratische partijen opgetuigd en is bepaald niet onvoorwaardelijk. Het is heel streng en vol met begrenzingen. Dus je zou kunnen zeggen dat ook linkse politici of middenpartijen... Sorry dat ik toch even een antwoord geef. Maar dus dit is eigenlijk al een voorbeeld van hoe succesvol populisten opereren. Want in u zit al het idee verankerd dat linkse politiek is... Ik ga hem nu naar jullie doorspelen, hoor. Mijn analyse en reageer er even op. Nee, maar in zekere zin zou je dit een voorbeeld van succesvol populisme kunnen noemen. Want de hier geponeerde stelling is... linkse politici antwoorden op de vraag... hoeveel mensen laat je binnen en wie wel en niet. Iedereen en onbegrensd. Ja, wederom, dit gaat niet over populisme. Het gaat over nativisme. Het gaat over xenofoob nationalisme. Maar zwak, dat is verbonden met... Is het met belangrijk dat we dat onderscheiden? Ja, maken? Het is absoluut belangrijk. Waarom is dat? Omdat een hele andere us en them is. Bij nationalisme, met name nativisme, is een horizontale tegenstelling. Dat gaat tussen, hier gaat het de etnische ons en de etnische ander. Bij populisme is het een verticale tegenstelling binnen hetzelfde volk. Okay. Wij zeggen niet dat de elite Turks of Marokkaans is. Die zijn ook blank. Dus is een andere. In de praktijk komen die momenteel primair samen in Europa, ja, maar niet dus in Latijns-Amerika. Het hanteren van andere assen. Ja, dat zijn andere assen. En dus ik bedoel, denk dat dat belangrijk is. Maar wederom, al het beleid is uiteindelijk over artificiële grenzen. Herverdeling ook. Dan moet je ook over hoe ver kan je herverdelen. Totdat we helemaal gelijk zijn. Nee, daar hebben we een discussie over. Dus die kan je ook hebben over hoeveel mensen komen. Dat is de drogreden van... je hebt de open grenzen. Ik heb nog nooit iemand met enige relevantie... voor open grenzen horen argumenteren. En zeker in West-Europa is ons immigratiebeleid... echt niet zo verwelkomend geweest over de afgelopen decennia. Dus we hebben dat jaren gedaan. Voor mij gaat alles terug naar een totaal ideologisch vacuüm. Zowel bij sociaaldemocratie, maar ook bij de christendemocratie... als bij liberalen, denk aan onze liberale partij tegenwoordig. De ideologie is totaal weg. En als je ideologie weg is, dan definieer jij niet meer wat een probleem is en waarom. Dat doen anderen. En daarin zit wat we dan de agenda setting power van populist radical right zit. Want die hebben nog wel een ideologie. Die hebben nog wel een verhaal. En dus die zien iets en die zeggen, oh, komen allemaal moslims. Dat is bedreigend voor onze samenleving. En dan zegt Mark Rutte, hè, want die heeft geen visie, want daar is hij heel trots op. Zegt, oké, ik hoor hier dat er een probleem is. Ik los problemen op, want dat is voor mij politiek. Dus... Hè, immigranten komen, bedreigen ons. Ik ga dat oplossen. Die denkt niet dat hij radicaal rechts bezig is. En dat is hij op zich ook niet, ideologisch. Maar ondertussen heeft radicaal rechts wel het probleem gekozen en betiteld. Anton, nog even terug naar wat meneer zei. Zou een deel van het probleem van links te maken kunnen hebben... parafraseer ik met het feit dat het antwoord de tijdsgeest niet meer past... He, dus het antwoord, een weinig specifiek iedereen... of een moeilijk kwalificeerbaar profiel van wie wel of niet... past in deze tijd misschien gewoon niet meer als antwoord. Maar je hebt het zelf aangegeven dat veel van die strikjes... door migratie door sociaal-democraten zijn... Ja, maar ik voel als moderator, ik heb een fout gemaakt, want ik ben er echt niet voor antwoorden. Dat toont ook mooi aan dat je zegt van... links heeft zelf aan die uitverkoop gedaan, snap je? Dus het gaat ook over het feit van... het is niet alleen een kwestie dat er een ideologische uitverkoop is geweest... Maar dus sociaaldemocraten zijn post-ideologisch geworden. Maar dat heeft er ook mee te maken inderdaad dat er over migratie niet meer concreet als beleidsprobleem, maar als cultureel probleem wordt gesproken. En ik denk dat als je het over de vraag hebt van inclusiviteit ter linkerzijde. Dus ik denk dat, je stelt dat nu als een soort van onoplosbaar vraagstuk, maar eigenlijk is wie behoort tot het volk de cruciale democratische vraag. Hele democratie gaat over, is een instituut dat constant de grenzen van het volk herdefinieert. Zowel conceptueel, misschien soms cultureel, inderdaad, soms kan het ook geografisch. En daar gaat de discussie net over. En het idee dat je op een duur democratie zou kunnen hebben zonder soms de grenzen te trekken, lijkt me ook illusoir. Er is wel een verschil tussen hoe je die grenzen trekt en wie er daar nadelen bij heeft. Dus wie daar nadelen bij heeft. Ik denk ook...
ik ben helemaal akkoord met Cas wanneer hij zegt, het probleem ook met het woord populisme voor veel van die radicaal rechtse partijen gebruiken, gaat er ook op dat het die illusie creëert dat ze wel degelijk voor het volk spreken. Want populistiet vervangen in het woord populisme. En wat je gezien hebt met iemand als Jean-Marie Le Pen, die heeft zich eigenlijk ideologisch herschoold in de jaren 1990, nadat journalisten hem populist zijn beginnen noemen. Terwijl hij daarvoor eigenlijk een soort van meer klassieke rechtsradicaal in de Franse fasciste, hoe je de traditie is zijn populistische wending echt een product van de jaren 90, maar dat is vooral dat journalisten hem op dagdagelijks basis een populist noemen en op een dag zegt hij van, ah ja, maar als jullie mij constant populist noemen, wat betekent dat voor jullie? En dan zeggen zij van, ja, je spreekt in de naam van het volk. En dan zegt hij, ja, natuurlijk spreek ik in de naam van het volk. En dat is ook een beetje het gevaar van het onvermogen om echt extreemrechts of radicaal rechts te onderscheiden van gewoon populisme, is dat het de illusie creëert inderdaad dat één bepaald discours wel degelijk het alles overheerst op veel vlakken. Laatste vraag van de avond voordat we allemaal biertje, cola gaan drinken. In jouw reden zag jij eigenlijk vooruit op een populistische erfenis die nog lange tijd voelbaar en zichtbaar zou blijven. Kun je uitleggen tot slot hoe wij die sporen van een populistische explosie in de afgelopen jaren, in de komende jaren, zullen gaan doorvoelen in onze samenlevingen? Ik denk dat ik maak niet graag voorspellingen, want ik ben daar heel slecht in. Ja, maar je deed hem zelf, hè? Ja, in zekere zin. Ik ook wil inkleuren. Ja, ik denk dat er zijn twee klassieke linksreacties bijvoorbeeld op populisme. De eerste is recuperatie, dus het idee dat je gewoon hun discours gaat overnemen, maar dat is op den duur verlieslatend, want dan heb je het probleem van origineel en plagiaat. Het andere is een soort van klein linksreflex, zou ik zeggen, waarbij het volk is hopeloos racistisch, kan daar gewoon niets mee aanvangen. Cultureel gesproken gaan die mensen nooit van mening veranderen, dus wij moeten het met een kleine militante groep stellen en die zal wel het revolutionaire werk voor ons verrichten. En ik denk dat beide tactieken op den duur gewoon niet houdbaar zijn. En ik zie niet veel reden voor optimisme dat die dichotomie overstegen gaat worden in de komende jaren. Het enige wat ik wel wil zien is dat bij mensen als Corbyn of zo, linkse politiek kan niet heruitgevonden worden zonder dat de instituten die die politiek stutten afwezig zijn. Dus Corbyn heeft dat heel duidelijk, dat hij gewoon een groot deel van de Engelse bevolking niet kan bereiken, omdat de klassieke manier waarop die mensen zich defineerden aan de hand van vakbonden en aan de hand van bepaalde kerken bijvoorbeeld, gewoon verdwenen zijn. En dan moet je onvermijdelijk gaan speculeren over wat het volk wil, maar je mist eigenlijk de kanalen waardoor je heel duidelijk ook belangen bewustzijn creëert bij die mensen. En ik denk dat als iemand als Corbyn op den duur echt een succesvol nieuw sociaal-democratisch Groot-Brittannië wil stichten, dat je eerst met die vraag gaat moeten beginnen, hoe winnen we verkiezingen of hoe creëren we een soort van linkse media? We willen een linkse BBC, zodat er niet altijd slechte berichtgeving is over ons. Maar hoe schep je gewoon instituten? Instituten zijn er nog altijd, ook als de leider verdwijnt. En als je hele beweging van de leider afhangt, dan verdwijnt die beweging met de leider. Maar het grote verschil met die instituten als vakbonden is, die hebben een visie over hoe de samenleving moet veranderen. Zelf als er een andere leider is, zullen zij nog altijd aan die visie blijven vasthouden. Mm-hmm. En dat is een soort van permanentie die gewoon niet te overtreffen valt. Ja. Cas, tot slot, de populistische erfenis, ben je er bang voor? Nee, maar ik vind populisme is niet mijn primaire probleem. Buiten Hongarije of Polen. De overgrote meerderheid in West-Europa en zelfs de EU in het algemeen stemt voor niet-populistische partijen. Stemt voor partijen die pretenderen liberaal-democratisch te zijn. En dat betekent niet alleen dat de macht daar ook ligt, maar ook de verantwoordelijkheid. En ik wil dat we de gevestigde partijen meer aanspreken op die verantwoordelijkheid en op die macht. En niet iedere keer als Mark Rutte zegt van ja, we hebben het goed populisme om het slechte populisme te verslaan. Wat eigenlijk betekent we hebben nativism light om nativism vol te verslaan, dan wij zeggen we ja, goed, maar ja, anders heb je Wilders. Ja. Empirisch is dat gewoon totaal niet waar. En daar moeten we uit. En dat baart mij zorgen. Ik maak mij veel meer zorgen over het ideologisch vacuüm dan over het populisme.
En daarover is bijna geen discussie. En het andere is, populisme wordt gebruikt voor het externaliseren van problemen. We leggen dat daar neer. Van islamofobie, dat zit bij Wilders. Als het alleen bij Wilders zat, dan was het geen probleem. Nee. Maar daar zit het niet alleen. En dus daarin, die discussie moet veel breder. En uiteindelijk hebben wij nog steeds bijna alle macht in ongeveer alle Europese landen. Aanzienlijk minder, hè? Het gaat er allemaal af, maar we doen daar niks mee. En onze politici komen daarmee weg als ze gaan wuiven met van ja, maar ja, anders komen de populisten. Dan zeggen we, nou goed, ja oké, sluit die grenzen dan maar. Pak dat geld maar af, maak whatever, het arbeidscontract nog slechter. Flexibeler, ja. Dus wat dat betreft, daar maak ik me zorgen over. Het is een ideologisch vacuüm. Ja, en daar zie je heel, heel weinig verbetering. Jante is de programmamaakster die dit programma vanavond ook maakt van de Bali. Heb je meegeschreven? Ideologisch vacuüm, daar wordt er weinig over gesproken. Ik dank jullie allebei heel hartelijk dat jullie hier vandaag wilden zijn. En ik dank jullie. Jullie waren een aandachtige en mooi verstilde zaal met goede vragen. Dus op naar het bier. Dank je wel. En dank jou ook. Heel erg bedankt voor het modereren. Dat is een dank.